Oké, dan jongens. Ah. Ik had eigenlijk nog heel even moeten wachten. Ik kom net van beneden. Ik moest even Maris helpen met de stream, want dat ging niet helemaal goed, had ik begrepen. Dus ik moest even heen en weer rennen. We zijn er. Onnedi is aan het streamen, dat klopt. Maris aan het streamen, dat klopt. Ah. Oh, ik had even niet zo hard moeten rennen. Maar we zijn er bijna klaar voor, want... Sorry, iedereen is er al. En volgens mij zijn we zelfs al in de game begonnen. Kijk nou, jongens. Yes. Zo, die beginnen even snel zonder mij. Ja, sorry. Zo. Ik heb de code per ongeluk gedeeld. Nee! Ah, joh, ik kan nu toch niet erbij. Doe maar zo wel. Dat had ik net strak, ook gedaan, hoor. Te hard starten. Oké, dan maken we zo wel even een nieuwe game. Ja, zo. Dat was even niet rustig beginnen. Maar welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel weer voor het kijken. Ik kan Maris niet vinden op Twitch. Dat komt. Die streamt ook niet op Twitch. Want CC Games... Oh, kijk. Iemand was me al voor. Wie was me voor? Doornroosje was me voor. Ik heb trouwens geen geluid van de game. Horen jullie dat wel? Ik namelijk niet. Oh, is dat ook vet zacht. Yes. Oké, wacht even hoor. Wat? Geen gamegeluid? Jawel toch? Oké. Oeh. Zo, ik had nog wel even verwacht dat ik nog even netjes mijn stream kan openen. Iedereen heeft gedag zeggen. Thomas is er vandaag weer bij, dus het wordt weer gezellig. Oh, ik moet wel eventjes netjes zien. Oh jee. Ik durf niet even lights te fixen. Ik laat het wel zo. Wanneer komt er weer een raft met Maris? Weet ik niet. Weet ik niet. Dat scheelt. Zo, dat scheelt. Kan ik tenminste even rustig met jullie kletsen, jongens. Creatic is nog niet live op YouTube. Waar heb je het over? Wie zit er in mijn lichaam? Wie is oranje? Dat klinkt zo. Oh. Ja, dat was ik. Het was me. Verkopen. Sorry. Nee. Ja, daardoor ging die als eerste dood dan, denk ik. Dat duurde echt heel erg lang. Ik hoefde nog maar één test. Ja, ik ook. Ik was wel heel de tijd aan het checken of er ergens iemand doodgaan was. Duurde ik dat zo lang? Het was in O2. Heel lang. Ja, dat heel lang. Heb je lang over gedaan, Dion? Ja, je hebt er lang over gedaan. Ja, heb je lang over gedaan. Als hij er is. Gaan jullie dan Airship spelen? Ja, natuurlijk. En toen ging ik even checken of er niemand dood was. En toen in O2 lag die body. Ik heb met basecan, dus als iemand met me mee kan lopen, ja, dan... Ik heb ook met basecan, dus dan loop ik met je mee. Ik weet niet wat ik heb, want ik ben al klaar. Ik kijk ook wel mee. Kan iemand anders ook mee lopen? Want... Ja, ik loop wel mee. Ik heb basecan geloof. Ik kan ook mee lopen. Ik heb ook een scan, maar ik wil ook mee lopen. Nou, we gaan met z'n allen naar de scan, oké? Doe naar de scan. Oh, wee, Rob, als je hem faked. Oh, geen stack kills. Ik stem op u. Altijd, hè. Altijd eentje. Altijd eentje wel. Oké. Ja, sorry jongens. Waarom was... Dat was de PC van Mitchell, die was stuk gegaan. Ja, en ja, sorry, maar dat was best wel belangrijk, vond ik zelf. Uiteindelijk was het niet zo belangrijk als ik dacht. In de zin van... ik dacht dat hij het ook echt nodig had voor zijn werk. Dus ik zei, meteen! Kom, we gaan hem fixen! En dat doe ik eigenlijk altijd. Maar in dit geval dacht ik dat hij ook hem nog nodig had voor zijn werk. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Maar ja, hè, game is super belangrijk. Dus dat moest gewoon even gefixt worden. Dus ja, helaas geen livestream toen. Maar hé, we zijn er vandaag, hè. En je mag nu wel spoilen trouwens. Want ja, er is... ik ben toch al dood. Dus het maakt toch verder niet uit nu. Als je maar niet spoilt bij Maris. Want dan wordt ze wel boos. Wat is proximity chat? Dat is wat we vorige keer hebben gedaan. We hebben vorige keer dat gedaan... Oeh.
Oh, double kill. We hadden vorige keer gedaan dat je zeg maar elkaar hoort tijdens het spel. Dus als je dichtbij genoeg staat, dan hoor je elkaar. En anders, En de spookjes kunnen elkaar horen. Dus dat is wat we vorige keer hebben gedaan. Dit werkte niet zo heel goed. Oké, Rob die lag dood te wezen in het gangetje boven communications. Waarschijnlijk in de lights out waren. Ik vind wel Hugo een beetje sus. En dat is vooral omdat hij niet echt iets doet. De lichten gaan steeds uit. En ik zag Hugo uit Electrical komen lopen terwijl de lichten niet eens gefixt waren. Dus... Niet echt iets doet. Waarom fix je de lichten niet? Ja, je hebt al 2 kills gemaakt. Oké, dat is knap. Maar... Ja, je wil gewoon... Je past gewoon op iemand in Electrical. Wauw, ik ben gewoon als een trouwe crewmate met tasks aan het doen. Maar welke en ik word beschuldigd van moord. Ja, maar welke task ben je aan het doen dan? Ik heb, toen ik uit Electrics kwam, deed ik die wires. Wauw. Wauw. Dat was alles wat je kon verzinnen? Nee, dat was niet alles wat ik gedaan heb nog. Oh, oké. Okay. Maar je ging wires doen in storage? Nee, in Electrics. Okay. Electrical. Maar waarom heb je de lichten niet gefixt dan? Nou, omdat ik bang was dat ik gekild werd. Want ik ga nooit dat fixen. Omdat ik dan degene... Want ik ben, als omdat ik je degene ben, met dan, die doet. Nee, als ik imposter ben, dan kill ik altijd degene die ik schrik. Dat is hoor. Maar, Kea. Okay. Ja? Jij hebt hem dus gezien, dus jij was ook in de buurt. Volgens mij ik ging nu net richting communication. Ik was inderdaad in Electrical om de lights te fixen. En ik ging nu richting... Weet ik veel, dat pijltje stond denk ik... Ik denk bij navigation of zo. Hij stond die kant op. Dus ik liep in ieder geval die kant op en toen zag ik een roze lichaampje liggen. Oh, en zo ik denk dat het Bibi is eigenlijk. En waarom denk je wow, dat? Wow! Wat? Dat zo uit. Goed, dit was heel erg. Heel random, want het opeens... Ik denk dat Bibi dit is. Ja, dat denk ik gewoon. Ze is gewoon... Ik heb haar nog één keer gezien, dus ja, dan is ze waarschijnlijk wel aan het killen. Ik heb jou wel een keer gezien. Bij Fuel. Ja, maar toen storage. Rob en Roos, die zijn dood. En toen was ik nog in Electrical. Met jou, hebben. Hugo. Oh ja, dus, ik was nog met jou in Electrical. Wat? Okay. Op wie staat iedereen? Oh my god, op wie staat iedereen? Hugo. Wat? Hugo is heel zus. Ik heb legit niks gedaan. Doei! Nee, precies. Oh, goshie. Jij hebt legit letterlijk. Nee, ik heb ook gewoon oprecht nog die tests gedaan met benzine en zo. Oh. Volgens mij. Arme Hugo, wordt hij eventjes keihard geframed. Zo, kunnen we even rustig praten. Vingertje doet een beetje raar. Die doet af en toe wel en af en toe niet. Ik dacht juist dat ik hem vanmiddag had gefixt. Maar ja, blijkbaar niet. Ik weet niet zo goed waarom dat is. Op de een of andere manier krijgt hij van Discord de melding van... Hey, je bent niet meer gemute. En dan vervolgens, even een paar tellen later, dan krijgt hij van... Nah. Hij is wel gemuut. Die was zo nice, die double kill gemaakt. Ja, die double kill was heel smooth. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja. Ik was zo'n spookje en ik zag hem ja, ook. Ik was nog niet eens in het spel. Ik klik naar het spel en denk, oh god, ik ben een imposter. Oh mijn god, ik ben een imposter. Al eerder heen. Dus daarom duurde het zo langzaam, want ik dacht echt, wat moet ik doen ook weer. Ja, je hebt het nog wel gewonnen voor iemand die moet inkomen. Toch? Ja. Yay! Echt een glitch doorbroken nu. Maar dat was echt good ding. Nice. Dat was echt te nice. Yeah. Nou, je hebt al meteen leuke opnames, Saar. Ja, dat is zeker. En Hugo die er weer uitgestemd wordt. Sorry. Ja. Ja, dat was even te makkelijk. Ja, snap ik. Hoezo liep je er dan uit? Uit Electrical. Ja, wat hij zegt. Hij is niet gekild worden. Ik heb niks gelogen gewoon. Ja, ik heb even Dionne's lichaam weer ingeleverd. Dus nu lijkt het weer alsof je een geel t-shirtje aan hebt en geen onderbroek aan. Ja. Ja, en dan komt de gulp weer open. Ja, dat lijkt het gewoon een witte onderbroek eronder door. Of je hebt weer zo'n hele sexy string over je oranje broek heen. I know. Hij heeft normaal altijd een shirt aan en dan gaat hij altijd gewoon lekker in het zonnetje liggen. Dus daarom zijn zijn benen wat bruiner rondom de string. Maar het bovenlichaam is nog wat minder bruin geworden. Ja. Yes. Ja, wil je nog iets op je hoofd of ga je naakt? Dag.
Ik moest zelf even kijken. Ik werd gebeld door een nummer. Even opgezocht. Oh, en eerste hit op Google. 95 keer. Gevaarlijk. Ik denk nou, oké, okay, neem ik me niet op. Oh my god, ik heb het zo vaak. Niet opnemen. Ja, toch? Ja. Altijd even googelen. Ik neem tegenwoordig gewoon bijna nooit meer mijn telefoon, want ik word toch nooit gebeld. En als ik gebeld word, is het altijd van dat soort onzin. Oh, ik heb het ja, tenzij ik weet dat ik gebeld moet worden of zo. Ja. Maar ik vind dat altijd zo duur. Het klinkt altijd zo dubieus. Ja, maar het was een keertje zo'n nationale... Iets van nationale energiebedrijf of zo. En dat klonk zo legit. Dus ook zeiden van, ja, kunnen we dit... Ik zeg, nou kan ik je er later over bellen? Want ik ga even over nadenken. Nee, dat kan niet. Ik zeg, nou ja, dan vertrouw ik jullie niet. Doei. Nee. Ja. Mag ik hem starten? Ja. Heel graag. Nee, ik moet... Ja, ik ben nog druk bezig met zijn hoed. Ja, wacht. I did it. Ja, I got it. Je moet gewoon op start klikken en dan doen we gewoon random outfit. Hey, succes, Ferry, leuk dat je er ook bent. Succes. Succes allemaal. Succes. Nou, we gaan zomaar eens even checken hoe mijn vingertje, of waarom mijn vingertje zo raar doet. Zo. Oh, hey Annelien. Ga je weer terug naar Maris? Wat vind je het niet leuk bij mij? En ik heb Discord niet open, maar dat komt omdat we in een andere Discord zitten om te kletsen. En het is niet zo heel handig als ik dan die andere nog probeer open te houden. Maar ja, je gaat alweer weg, dus hè, maakt al niet meer uit. Leuk dat je erbij bent. Wie zag ik daar ook weer? Ik zie Saar hier en Rob hier. En wie stond er hier nou? Oh, Dionne. Oké. Okay. Nou, dat is meestal niet een goed teken. Oké, okay, fixed. Dat betekent meestal dat er aan de linkerkant een body ligt. Dus die gaan we zo meteen eens even zoeken. Ook zo even mijn camera aanzetten. Dan krijg je weer wat meer kleur. Oké. Okay. Hey. Zag je dat? Ze zag me en ze liep gewoon weg. Wat? Wat is dit? Echt een beer dood als eerste, jongens. Hoe dan? Waarom? Toch? Ik ben toch dood als eerste? Oh nee, niet. Ah ja. Lieve, lieve Krajacik. Ik weet niet wat jij bij die body daar deed. Maar, en vervolgens loop venten. Go Saar. Het was helemaal linksonder. Maar ik heb helemaal niet gevent. Wat is linksonder? Lower engine. Ik hoor een lower engine. Ik hoor een lachje. Ik had echt weer paniek, jongens. Ja. Weet je wat dat was? Nee, ik ga niks zeggen. Ja, oké. Okay. Dat was leuk! Leuk! Ja. Ik moet even een beetje inkomen. Spijt me. Oh. Zoveel votes. So oh, waarom stem je dan op mij? I met in the end, it doesn't even matter. Nou, kan ik niet meezingen. Oh. Ja, was ik ook niet van plan trouwens. Wanneer mag ik solliciteren voor zo'n mooi zwaard? Ja, ik vertrouw jou niet met mijn zwaard. Dat gaat niet gebeuren, Ferry. Hey, Creacake. Ja, nee, op Twitch is het even iets anders dan op YouTube's. Want daar kun je inderdaad abonneren. En hier noemen ze dat volgen. Dus als je me volgt, is goed genoeg. Als je echt abonneert op Twitch, dan ja, neem je echt een abonnement. En dan betaal je gewoon geld. Echt geld. Maar ja, dat is allemaal niet nodig. Het mag, maar het hoeft niet. Ik maak even snel mijn taakjes af. Want dan... Hè? Kunnen we... Oh nee, niet weer deze. Kunnen we misschien nog winnen, wilde ik zeggen. Ik kan ook erg nu zijn. Ja, ik weet het niet, Ferry. Nee, ik laat het aannemen van mods laat ik aan Thomas over. Dat even eerder gezegd. Oh nee, je hebt hem al mod gemaakt. Of dat het echt geld kost, bedoel je?
Wist je, herfst 30 vraag, wist je eigenlijk dat Maris zo goed kan liegen voordat Among Us werd gespeeld? Niet dit rondje, maar de andere keren. Ja, moi, ik vind dat ze moi kan liegen. Maar ik moet zeggen, ik betrap er niet zo heel vaak erop, want meestal als ze het is, dan kilt ze me. Ja, net buiten met B lag de body. Oh, ik vind Bibi zo schattig. Oh, wie heeft hem daar neergelegd? Meneer. Wie heeft hem daar neergelegd? Ik was net met Hugo. En met wie nog meer? De reactor aan het fixen? Ik was met Hugo en Star. En wij waren op cams. Ik zag Bibi aanlopen bij de body. Dus tenzij ze wegliep en weer terugkwam voor een self-report. Dat lijkt me sterk. Dus het is of Roel of Ornatine. Ik stond bij navigation. Of jij bent het met Saar. Maar we kunnen vaststellen dat er nog één imposter is. Want Saar zegt dat... Ja, of het is Saar zelf. Ja, maar Maar Ornadie die zegt net dat ik het misschien ben samen met Saar. Terwijl dat Kreatje niet kan vanwege Kreatje. Dus al mijn zus gaat... Nee, en ze hun hebben ook... gaat mijn zus gelijk naar Rob. Want dit is zo makkelijk gedacht. Het hoeft ook niet moeilijk te zijn. Nee, maar jij denkt niet zo makkelijk. Behalve als je de impost. Ik ben benieuwd of ze erachter gaan komen. Ik denk het maar niet. Maar ik ben het sowieso niet. Want ik ben het nooit. That's a personal attack. Ja, maar ik was net met Rob en Hugo. Nee, maar normaal denkt Rob wel iets verder dan... Dan moet Dion het. Ja, maar het kunnen zeg maar... Ik weet dat het drie mensen niet kunnen zijn. Het lijkt me sterk dat het Bibi niet is. Dus het kunnen maar twee mensen zijn. En jij maakt jezelf zus en Roel niet. Ja, dat is echt heel dom. Maar ik ben het echt niet. Dan is het Roel. Maar Roel die... Nee, ik stond helemaal in navigation. In navigation. Navigation. Ik ben trouwens niet eens in die buurt geweest. Ik ben alleen maar onderin bezig geweest. Maar wacht, waar waren jullie überhaupt dan? Maar hoezo kan Bibi niet een self-report zijn dan? Dat stuk begrijp ik niet. Oh, iemand stond op cams en zeg maar aankomen lopen. Dus ja, ik stond ook op cams. Het kan Bibi zijn, maar mij lijkt het sterk dat ze weg is gelopen, terug is gelopen om dan een self-report te doen. Dat zo moeilijk is. Ja, oké, okay, die brein heeft zijn. Moet jij het zeggen? Your words. Kidding, Bibi. Wow. Nee, maar Hugo, ik was nog met jou samen in admin, of nou ja, die download dat ik aan het doen. Dus... Stemmen. Ja, ik ben benieuwd op wie ze gaan stemmen. Oeh, oh, nou, arm. Oh. Arme wie zit op mij? Maar succes. Oh, slecht. Oké, jongens, ik ga weer verder met de vraag beantwoorden. Ik zag Nienze, is dit niet je stream die je nog moet doen voordat je meer dingen krijgt? Dat was het wel, maar ik was even iets te laat. Dus ik moet er hierna nog... Eén, als het goed is. Of misschien weer twee. Maar we zien het wel. Zodra we het hebben gehaald, dan horen jullie het. Nou, we zijn er bijna, joh. We moeten dit toch kunnen winnen. Ik weet niet wie het nou is, eigenlijk. Dit is gevaarlijk, jongens. Hij is niet allemaal Psst. Op zijn hoop staan. Dionne! Oh. Psst! Sorry hoor, nee, jezus. Hey, ga even niet, man. Nou, het is allemaal jouw schuld. Oké, we moeten misschien ook maar een command hebben voor Dionne, dat we even doen. Dionne. Hallo, emergency meeting master hier. Hallo, sir. Ik vond het wel nodig voor een emergency meeting. Ja, ik wil, als je gaat zeggen dat Roel het is... Ik heb trouwens een scan. Dan weet ik niet of dat wel waar is, want ik stond net met hem op cams, dus ja. Ik liep net een heel stuk met Bibi, met z'n tweeën, soort van door elkaar. Dus dan blijft er één over. En ik heb een scan, dus als die willen kunnen hier meelopen. Nee, maar Saar kan de Saar en Rob zijn het sowieso, dat is gewoon onmogelijk. Ja, dat kan gewoon niet. Dus het is... Maar Saar... Ja, Bibi of Roel, though. Ja, maar ik heb een scan. Je vouwt me net en dan opeens niet meer. Toen wij net reactors samen hebben gedaan, kwam Hugo het laatste aanlopen. Denk jij dat het mogelijk is voor Hugo om een kill te maken in de deur van medical, om dan de vent te pakken naar security, om dan bij ons binnen te lopen en wij hem een soort van veilig te noemen? I don't know, to be honest. Het lijkt me eerlijk gezegd wel heel sterk vergeleken met de sus gehalte van Roel en Bibi. Maar goed,
moet je opties openhouden. Oké, wat Hugo net wel had, was dat hij uit Electrical kan lopen. En toen eerst naar links ging. En ik ging als enigste naar rechts toe. En toen kwam Hugo achter mij aan. En toen ging hij weer terug naar links. Ik vind Hugo altijd wel een beetje suspicious. De hele tijd. Ik ben de hele tijd het bordje bij mensen geweest. En ik heb niemand gekillt, dus ja. Ja, maar zeg maar, het is wel, zeg maar, ik vind het wel een Hugo-stijl om die kill te maken, de reactor aan te zetten, en dan ook meteen bij de, of snel bij die reactor maar te zijn. Maar nu jullie weer, het is gewoon allemaal onnodig wat we nu bespreken. Nu zitten jullie weer zo aan het achterste te onderzoeken, terwijl we twee suspects hebben, Bibi en Roel. Maar dat vind je wel goed, hoor. Vind je wel heel erg zenuwachtig worden, Hugo. Dat doet hij wel goed, hoor. Kom op, Rob. We gaan nu legit op mij gewoon. Nee, maar Roel, waarom ben jij nu zo stil, Roel? Nou, omdat ik gewoon niks te zeggen heb. Ik heb gewoon niks zus gedaan. So relatable. Wat? Nee. Oké, ja, sorry, maar ik ben het niet, hoor. Dit gaat echt fout. Hey, Bibi, als jij het bent. Jij kleine rat. Broer, echt. Broer. Broer. Hey. Ik zit ondertussen eventjes te kijken naar wat er gebeurt de hele tijd. Waarom hij de hele tijd wel mute, niet mute, wel mute, niet mute. Er klopt gewoon iets niet. Er is gewoon iets niet goed, jongens. Self-mute true. Oké. Nou, het zal. Ga hier wel even een andere keer kijken. Ja, ik ben elke keer als eerste dood, joh. Dit wordt echt een hele saaie stream. Ik ben 37, jongens. Niet 34, helaas. Dat snotje is wel leuk onder je neus, dank je. Nou, tenzij Rob of Sar een vies spelletje aan het spelen is, lijkt het me logisch dat Bibi het als is. De bits er nog maar doen. Denken dat nee, ik er ben, maar niet, goed. Hè? Wacht. Ja, ik denk dat jij bent. Maar hoeveel taken moet iedereen nog? Want ik heb er letterlijk nog één. Ik ben al lang klaar. Ik moet nog een scan. Alleen ben iedereen maar deze tijd aan het zijn. Als je dat niet. Als we met Bibi meelopen met die scan, dan weten we of zij safe is. Maar, ja. Maar dat is ook weer zo, dan gaat het waarschijnlijk killen. Ik bedoel, waarom zou je nu nog een scan hebben? Op dit stuk ja, van de game. Omdat ik dus iedereen wilde zijn, dus ook, kom dan mee. Alleen toen dacht ik, ja dan. Ja. Nice. Ik skip hem en we gaan meelopen, want we zijn nu met z'n vieren. Dus als er nu één kill wordt gemaakt, dan winnen we nog. Okay. Ja. That's you. Waarom? Why? Why, imposter? Why do you gotta photo me? Oké. Als het goed is, heb ik het gefixt. Als het goed is. Want klopt het, Ferry, dat jij net een sub hebt weggegeven? Want dat heb ik dus wel gezien nu. Maar dat deed hij niet. Maar dat is 6 dagen geleden alweer. Oké. Ik denk dat vanaf nu mijn bits het weer gaan doen. Ja, kijk, daar is hij. Kijk. Dankjewel voor het testen. Party 10-bit. Dankjewel. Is het nou een Resi of Resi? Bibi, het is Hugo! Hugo! Hey, Bibi, ik ben Hugo! Hey, Oké. Ik Hugo, weet dat ik nu het niet ik weet dat ik het niet doe, maar ik ben elkaar. Het niet. Sar en ik waren bij elkaar. Bibi, je killde. Ja, wij liepen samen naar Electrical. Ik liep ook samen met jullie. Sarah, nee, nou ik heb jou niet. Stem op mij. Ja, dankjewel. Wat een passie. Ja, Hugo, jij moet ook stemmen. Wat een geweldige passie. Echt al de hele game. Ja, het kan niet anders. Oh. Hij was so close. Hij was so close. Nee, game al. Dankjewel, Ferry. Ik zat te zeggen. Oh, Hugo is echt ja, sorry. Heel Hugo, nice. Ik heb je echt zo gruwelijk in de steek gelaten. Oh. Hugo, wat ik zei klopte dus wel. Jij hebt die kill gemaakt, je hebt de reactor aangezet en je bent daarheen gegaan. I knew it. Jongens, ik zie alleen maar zwart scherm. Oh jee. Niet veel. Oh. Of nou ja, en ik zie mijn eigen poppetje en een hondje van Onnedy en een robotje van Rob. Oh, kan ik hem maar gewoon snel starten dan?
Maar, let's go. Oh, dat gaat pas niet goed. Nee, ja, ik weet, als het niet goed gaat, gaan we er gewoon uit, oké? Okay? Ja, we moeten toch een nieuwe code hebben. Ah, wel ja. Ja, hij gaat nog goed, hè, de code. Ja, we zijn nog steeds met z'n tien, hè, maar dat gaat zo meteen fout. Ja, dat... Oh, Bibi left the game. Yeah. Oh nee. Moeten we er even uit? Doe maar even... Ja, doe maar. Dan gaat het zielig anders. Ja, ik ben er al uit. Ik maak meteen even een nieuwe aan. Dan zal ik jullie even de nieuwe code geven. Want dan ik was imposter, man! Oh. Jammer, joh. Jammer. Jullie hebben gewonnen. Dit lijkt ook weer echt op een streak. Ja, het is maar goed dat we eruit gaan dan. Ja, goed dat ik een nieuwe code heb aangemaakt. Ja, Rick is fit. Ik ben er. Meli, jij bent ook altijd zo snel. Yep. Oh, nou komt iedereen tegelijkertijd. Yay, ja. Welkom! Meli zegt niet veel, maar ze heeft die Asian Efficiency. Ik moet wel even kijken, die code staat er al in? Ja. Okay. In Code Among Us. Sorry, ik moest even een Insta-story maken, want ik heb nog niet aangekondigd. Oeh, dat is niet handig. Oh, doe dat live met ons. Nee, ik ga niks zeggen. Het is jou. Ja, maar dan moet ik het een paar keer doen en dan ben ik pas tevreden. Dan ga ik niet in de stream. Oh, nee, dat snap ik. Doe het even zonder woorden. Maar ja, Resi is van resistor. Gewoon een boemerangetje. Dus dan is het Resi. Resi. Resi om. Ja, bij mij staat er... Bij mij is die weg, hoor. Bij mij ook. Bij mij ook. Roel? Ik heb nog geen Insta gemaakt. Deze keer niet. Oh ja, dat was het vorige keer. Zo kwam die Heider er toen dus bij, toch? Oh ja. Ja, dat kwam erbij. Bij mij staat er. Bij mij staat er hoor. Q-O-C-K. Nee! Nee, stil! Niet zeggen. Sorry. Niet zeggen. Wat zei je? Q-O-C? Nee! Q-O-C! Ik zei Q-O-C-F. Sorry. Ik moet ook even iedereen taggen, dus het kan wel even duur. Nee, ja, voor de chat. Oké, start hem, start. No! Oh. Start, hè? Ik wil nee, gewoon een, nee, nee. Ik wil gewoon een knop dat we allemaal een random outfit krijgen. Ik zou het zo nice. Random doe het nou niet, oh, toch een start. Oh. Oh, nou ja. Oh. Sorry, ik hoorde start. Nee. Start. Wat een etterbak. Nou, succes, hè? Oh. Nu ben je een strippende kok gewoon. Dat klinkt wel als mij. Oké. Oh nee. Nieuw potje. We zijn weer crewmates. Shh. Dat moet je niet zeggen! Nieuw potje, we zijn weer imposter. Sowieso een tactiek. Saar is zo zus. Die stemmen we er meteen uit. Meteen. Oké. Ik hoe vaak... Vertel even een leuke mop, Rick. Nou, als er iets is waar... Ja, nu ben ik helemaal zus. Dat was snel. Heel snel. What's arme Kea. Awww. O2 en navigation. Ik heb even één vraag, want hoe kan je zo laat pas in een game zien dat je crewmate was? Of was het... Omdat ik nog moest checken op mijn opname aanstond. Oké. Slim opgemerkt hoor. Slim opgemerkt. Hugo, ja, ik ben ook crewmate. Ik dat je crewmate was. Hugo, nee, je hebt ik dat niet. Ja, op Sar. Ik ben eigenlijk een beetje boos voor vorige ronde, maar eigenlijk... fair enough. Ja, ik was net op camera, dus toen zag ik zeg maar haar lichaam. Toen dacht ik, waar is dat? Maar toen zag ik zeg maar Sar er al heen lopen. En reporten. Dus daar was het. Hmm. Ja, ik heb niks gezien. Ik was in cafeteria helemaal bovenin. Dus ik heb... Was er niemand bij? Ik ook. Ik was ook in cafeteria helemaal bovenin. Bij die ik ook. Ding. Ah nee, niet daar, maar ik was er niet. Ja, oké. Okay. Maar ja, wat doen we? Want we kunnen hier nu wel blijven zitten, maar niemand heeft iets gezien volgens mij. Nee. Casual nee. Skip. Okay. Ja, ik denk het wel. Ja, let's do it. Zo. Cash, ik ben wel blij dat ik niet een keer als eerste dood ben. Ja, mooi. Dat is wel fijn, hè? Het is wel een beetje zus. Roel.
Roel is unavailable right now. Te druk voor deze te coole mensen. Roel wil opgehaald worden uit Smalland. Ik werd gebeld. Oh, hey, was het toevallig zo'n nummer dat gevaarlijk is? Zo'n gek nummer. Nee, ik nam op en ik hoorde mensen in de achtergrond praten. Oh, ja. Ja. Ik was het niet. Sowieso. Heb je nu nog 7 uur te leven? Of nee, 7 dagen? Waarschijnlijk wel. Komt een meisje met nee, cancel. Net zo goed, komt zo. Ik ga deze bewaren. Voor als ze me nog, als ze me straks zus vinden. Mensen, zoveel mensen. Sst, Rob! Sorry, het is spannend, oké? Was het spannend omdat je gewoon wilde killen, of? Jullie lullen door mijn stream heen. Je streamt door mijn gelul heen. Sorry jongens, ik ben echt heel slecht in mop, dat wilde ik vertellen. Ik ben echt heel slecht in mop. Ik ben wel grappig, al zeg ik het zelf. Oh, no, that's unfortunate. Waarom gebeurt dat altijd als ik iets aan het vertellen ben aan mijn stream? Ik word er gek van. Hou eens even op. Ja, maar echt? Ik ben serieus een vraag aan het beantwoorden. Ja, same. Misschien moet ik dat gewoon niet meer doen. Gewoon mijn mond houden. Hou jullie malle muur even dicht. Ja. Zorg ervoor dat je gekild wordt de hele tijd. Ik zal de volgende keer gewoon eventjes naast de body wachten. Het was bij de navigation cockpit area. Alweer aan die kant? Ja, in het, in het gangetje daar zo. Nou, daar ben ik er niet geweest. Ik ben daar ook niet geweest. Ik ja, toen ik dat vorige keer zei, ik ben daar niet geweest, toen was dat echt het slechtste argument ever. Maar ik ben er ook niet geweest. Een nieuw game. Wat dan? Ik kwam er net aan. Is er iemand, zeg maar, is er iemand wel geweest? Waar? Navigation. BB, why are you so quiet though? Ja, ik heb niks te zeggen. BB, ben je in Navigation geweest? Hmm. Nee. Zus. Ja. Oké, laten we skippen. Normaal had je wat een mooie onsamenhangend. Laten we skippen. Dit is wel de tweede keer, de laatste keer dat we skippen hoor. Ik zie er niet voor mijn verhaal. Ja, dit is wel een beetje... Ja, ik ga even detective. Oh nee, niet. Kom zo wel met proof. Oh nee. Jullie gaan wel zien. Oké. Jullie willen een mop. Ik googelde er wel eentje. Ik ben vet goed in moppen namelijk. Beste mop 2020. Het hele jaar. Ja, dat vind ik wel een goeie. oh, sorry. Ik zal zo meteen even eentje googlen. Ik moet even uploaden, jongens. Even uploaden. Wat is er, mystery? Heb ik wat heb ik gedaan? Ja, Kitta is er vandaag niet bij. Ja, dat is wel jammer. Dat is altijd wel fijn om... Oké, detective werking. Nu al gewerkt. Ik zei het jullie. Ik heb proof. Okay. Vertel. Nou ja, Roel zit samen met Saar in Electrico. Ik dacht, laat ik even doen alsof ik wegga. En dan wacht ik. En Saar is dood. En Roel staat ernaast. Ja. Nee. Had dit mijn job. Wat een schandaal. Andersom. Nee, ik heb Hugo zien lopen, sorry Roel. Ja, nee, nee, dit is... En anders... Andersom. Is het hard evident? Ja, het is Roel. Ik heb Hugo, zeg maar, zo'n gekke in en uit een deur zien lopen, detective mode zien doen, dus... Ja. I had me dit. Saltare. Oké, dan is Hugo het in ieder geval niet. Klopt. Dan sorry, ik dacht nog van misschien... Is echt niet zo'n mat hierbij na. Ja, nee, dat is gewoon een nieuwe Hugo-strategie. Gewoon André onder de bus gooien. Hoppa. Ja, je de rest van de game kan shinen. Ja. Hey. Oh, oké. Nee, sorry man, jongens. Een mop gaat hem echt niet worden. Ik kan dat echt niet. Ik ben daar zo slecht in. Hey, waarom is dat nou weer... Mystriek zei, we zagen Mertabi. Die zei, wat is dit nou? En toen ging het pas over op je welkomstscherm. Ik heb geen idee. Had ik hem ik als het hem wel gereed. Ik had toen allemaal... ik had toen... Dory. Hoe heet een spin met obesitas? Vertel.
Okay, so I did my job pretty good. Het is Saltare, de andere is Saltare. Oh, was Sherlock Holmes. Was het in O2? Yes. Ik zag je naar binnen lopen. I got your back, man. Yes, man, it's Saltare. Ik haat dat je die gang in liep. Holy fuck. Waarom ging je aan de andere kant op? Because I'm Sherlock Holmes. Sorry. Het is zo niet eens, die jongens zo goed. Ik heb echt niemand gekild, sorry. Hugo is een te goede detective. Hugo Holmes. Lekker, Hugo. Ik had weer boven moeten gaan. Lekker. Een suikerspin. Oh, wat slecht. Ja hoor. Ja, hoor. Yes. I'm alive. Oh. Ik was zo bang om mensen te killen. Echt serieus. Ik kon het gewoon niet. Ik was echt bang. Ik word anoniem gebeld. Weer. Neem het niet op dan. Nee, ik heb gewoon een vliegtuig gewoon. Hup, klaar. Ja. Weet je wat ik... Oh, ik word even gebeld, jongens. Weet je wat ik een paar keer in de stream heb gehad? Dat ik werd gebeld door mijn eigen nummer en nam ik op. En toen was het vormde stem. Dat was midden in de stream. Dat was echt weird. Heel eng. En toen ben ik door Bardo... Heel erg eng. En toen ben ik door Bardo, Bardo's nummer gebeld. Dat was Bardo ook niet. Nou ja. En toen ben ik rond kerst echt dagelijks gewoon anoniem nog gebeld en andere soorten nummers. Nou, wat raar. Een dikke stalker gehad, ja. Zien we je volgende week opgestalkt? Huh? Nou, wie weet. Nou, het is wel gestopt, gelukkig. Dus, ja. Maar dat gebeurde min in de stream, dat ik door mijn eigen nummer gebeld werd. Ik dacht, ja, dat is echt heel raar. Word ik weer anoniem gebeld, opnieuw. Ja, vliegtuigmodus, Roel. Als het belangrijk is, dan spreken ze wel wat in. Ja, straks hoor. Is het een sollicitatie. Dat is wel zo. Ja. Als het een soort... Heb je nog nooit... Als je dan gaan ze toch zeggen van... Yo, Roel, je hebt bij ons gesolliciteerd. Bel even terug. En dan gaan ze toch niet creepy blijven bellen. Maar eerste indruk is wel het belangrijkste. Ja. Als je al gelijk niet opneemt, dan... Wie weet. Ik je kan ook gewoon opnemen en als je ineens hoort. Anoniem eruit. ik stem op anoniem. Ja, ik vind anoniem heel sus. Ja, behoorlijk. Sus. Ik had trouwens iemand hier in de chat die zei: van als je je telefoon op vliegtuigmodus zet en je gooit hem in de lucht, dan blijft hij zweven. Wow. Oké, even op een schaal. Op een schaal van 1 tot 10, hoe goed is deze grap? Of schaal is goed. Een mager 5. Een 5 hoor ik. Een 6.9. Een 6.9. Is jouw stream gevuld met vaders? Een 4.2. Ja, oké, ja. Nee, sorry Ferry, ze vonden hem niet grappig. Ze vonden hem mooi. Ik vond hem wel grappig. Oké, ja, oké. Maar Rob houdt ook wel van de dad jokes. Hashtag dad jokes. I am the dad joke generator. Ja, als je je telefoon Bluetooth aandoet, je doet hem in je mond, krijg je blauwe tanden. Dad joke generator. Die is net zo slecht. Die is net zo slecht. Play? Start. Let's go. Start. Mute. Doei. Succes allemaal. Succes. Ik vond hem ook wel leuk op Ferry. Succes. Maar ik vond het wel grappig om je even voor schut te zetten. Dionne vond het maar 5, dus ja. Spijt me. En Roel vond het een 69, dus dat is dan wel weer... Die kun je dan wel in je zak steken. Oh, ik heb hier nog één. Waarom zit Thomas niet bij me? Nou ja, omdat die jongen nou best wel ver weg woont. En... Ik zeg altijd een kwartier van tevoren... Yo, ik ga toch wel streamen. En dan heeft hij geen tijd meer. Ik zag je killen en toen zag ik je in de vent springen. Wie? Dat is dus niet waar. Wie? Oh, Dionne. Nee. Ja. Je moet me hierin wel echt geloven. Het is Saltare. Ik vind dat als vrij... kill maken in de vent springen. Ik vind het wel vrij lastig om te geloven. Omdat ze in principe nooit de imposter is hier. En als ze het is, dan killt ze mij als eerst. Dan heeft ze net echt een vreugdesdansje gedaan. Want ze heeft toen echt gekillt. Nee. Maar dan vind ik het wel zielig als ze er dan direct uit is. Nee, maar ik ben het echt niet. Het is serieus Saltare. Zij probeert mij nu heel hard zus te maken. Oké, maar het kunnen twee opties zijn dus. Of het is inderdaad Dionne. Ja. Of ze wordt er nu ingeluist. Maar aangezien ze wel fans heeft, weet je wel. Dus dat is wel... Ja, maar ze heeft echt... Ik zag haar letterlijk in de fans springen. Er is geen discussie.
toch jou in de band springen? Ja, er is clearly een discussie. Oh. Ja, ja, en daarom is, het kan maar normaal, als iemand zegt van, yo, ik heb je zien killen, dan is het ineens, oké, we gaan op die en nu is het ineens een discussie. Hey, okay. ik heb al gevoot. Ik ook. Onder die. Onder die is waste. Onder die is wastes. Ja, onder die is waste. Ik ben het echt niet. Zeg zo, ik ben het echt niet met een halve grijns gewoon. Ja. Ik hoorde halve grijns. Sorry. Ik hoorde teleurgestelde zucht. Nou ja. Alleen Rick stemde niet. Ik was nog aan het twijfelen. Aww. Oh, zielig. Sad. Sad times. Ferry. Wat zegt hij? Dion is zelf een vijfje. Nou, dat meen je niet. Want ik heb je er vaker over gehoord. Maar dat wilde ik niet zeggen. Maar nu dwing je me toch om het te zeggen. Oké. Even zonder geintjes. Ik moet nu wel even een keer winnen, jongens. Van lullig voor Dionne. Ik dacht, ik neem het even voor erop. Want het is ook zo sneu, zo saai. Als je namelijk in een stream als eerste dood bent. Of wel de imposter bent. En dan meteen eruit geknikt wordt. Dus misschien was het ook niet zo heel handig. Als je dan gaat venten meteen. Maar oh wee. Als het melee is. Wat? Waarom is zij het zo vaak? Dat gaat ook een keer opnemen hoor. En dan is ze meteen elke keer imposter. Het is nieuw en compleet random. Wat is het? Ik weet niet. Oké. Dus... Oké. Okay. Waar? Waar? Ja, waar was het? Ja, het heeft niet echt een naam. Gewoon nice. Dat klinkt interessant. Maar ja, misschien was dit karma. Dat zou kunnen, dat zou kunnen, Ferry. Ja. Ja, daar ligt Rick dood. En ik zag Rick daarvoor nog. Ik heb Rick ook nog daarvoor gezien. En je zag mij weapons doen. Ik zag jou naar beneden gaan. Dus ik Ja. Maar dit klinkt bijna ingestudeerd. Dat je gewoon al twee minuten lang hebt geprepared. Ik denk dat Hugo is. Ik was namelijk mijn weapons nef dinges aan het doen met die pew pew. En Hugo die kwam de hele tijd naar boven en weer terug. Ja, en ik deed detective work. Dan weet je dat ik safe ben. Ja, maar ik was gewoon mijn blokken aan het schieten. En er was nog geen body beneden toen ik naar boven kwam lopen. En nu ligt Ricker in één keer dood. En de enige die ik daar dan heb gezien is Hugo. Volgens mij zag je mij niet eens van die kant komen, want ik kwam van boven. Ja, je kwam van boven en beneden heb je de hele tijd staan heen en weer. En Rick was nog niet dood daar. Nee, hij was dus echt beneden. Dat was gewoon mijn weapons. Nee, nou, ik was het sowieso niet, want ik was mijn weapons. Jullie realiseren jullie allebei wel dat wij nog steeds niet weten waar dit is en wat er aan de hand is. Ik kon het zeggen, waar was het dichtbij? Ja, waarschijnlijk in de buurt van weapons. Het was een reactor. Reactor, dat is helemaal handig. Ik had een storage aan de rechterkant. Zeg maar die gang in storage. Rechterkant. Hey Marinde, what up? Dat is nog wel een verse kill, want daar ben ik doorheen gelopen. Toen ik heb Kretschik daar wel zien lopen. Laten we Kretschik eventjes op zetten, maar nog niet de uitstemmen. Want het kan ook gewoon toeval zijn. Toen ik daar voorbij liep, toen lag Rick daar nog niet dood. Toen heb ik Rick nog wel gezien. Maar ik zit nu heel hard na te denken of dat nou in Electrical was of in Storage. En toen zag ik wel Roos in Communication per download doen, denk ik. Ja, ik stond mijn download inderdaad in... Dat is de enige die ik daar dan gezien heb, dat Hugo daar dan nu was en Roos was daar. Ja, ik heb... Oké, maar wat doen we nu? Oké, wie foto's nu? Ik heb wel, we zijn net op mijn zeven. Zijn we zevenen? Ik krijg één stem. Twee zelfs. Twee. Wow, wat een ze hebben me weer niet geavenged, jongens. Ze hebben me weer niet geavenged. Je hebt gewoon op jezelf gestemd. Nee. Ik neem dit op. Ik stuur het wel naar je. Stiekem wel. Oh, hey, ik zie dat er iemand jarig is. Zag ik dat goed? Waarom zie ik het nu niet meer? Ben ik nou schil? Céline is jarig vandaag. Oké, we gaan eventjes verder. Met de taakjes. Misschien kunnen we nog winnen. Maar was een goede grap, Thomas. Dankjewel. Mijn streamschema. Ja, ik heb wel een idee. Oh, ja, Thomas. Dit is echt lullig. Ja, saai. Jij riep heel nee. Jawel. Dit is echt lullig.
En ik zie Saar een paarse blub zo poep naar links lopen uit admin. En ik zie daar de dode body. Dat is echt niet waar. Luister. Luister, hè. Ik kom aanlopen. Jij liep weg van die body. Ik wil hem reporten. En jij report hem letterlijk net voor mij. Nee. Het is echt lullig, want nu lijk ik echt super sus. Het is echt lullig. Hoezo? Maar je bent het ook. Dus dat is ook helemaal waar. Oké, okay, Meli. Ik betrap echt. Als Onnedy het nou was, dan heeft Meli gezegd dat Onnedy het was. Want we zijn dan. Ja, daarom. Ik trap jullie allebei op hete daad. Ik weet niet waarom. Dus maar... Ik vertrouw Meli dan wel. Ik ga met Meli. Ik dan ook, ja. Sorry, dit is Saar. Dit is zo lullig! Zo zielig! Ja, dit is zo lullig! Al een mooi gewonnen invalshoek, want nu ben ik aan de beurt. Dat is zo. Als het Saar niet is, dan is Meli super sus. Dat was Saar. Dat was Saar. Ze had mij gekild. Ja. Maar volgens mij gaan we nu gewoon naar Victory. En dat denk ik ook. Ja. Netjes hoor. Yeah, ik was aan het eerste dood. Die Saar die haat mij volgens mij. Oh my god, I'm so sorry Dionne. Ik wist echt niet dat je nooit imposter was hier. Nou ja. Maar, ja. Dit lachje was niet een sincere blij lachje. Nee, dat was een lachje met een banaan in mijn mond. Maar, oh. That's what she said! That doesn't make it better. Maar jullie hadden wel waarheid. Oh, de poepies. Maar Dionne, ja. Het was echt waarom liet je me zo snel alleen? Echt, like, ik dacht, dit ga ik never nooit vinden in mijn eentje. Ja joh, praat me nog maar een schuldgevoel aan. Het is goed met jou. Nou, als we snel starten, dan zitten we, is Onder die het weer. Oké, ik sta Nee! Nee! Ik zie je zo lelijk uit. Oh nee, jongens. Oh, maar ik ben wel weer crewmate. Dit wordt echt een crewmate-avondje, denk ik, jongens. Ja, het is zo dichtbij. Gaat zo ook steeds verder weg, ja, partner van Twitch worden. Ik weet het, Thomas. Ik weet het. Maar, hè? Ik kan gewoon helaas dit niet elke dag doen. Blijkbaar kan ik het niet eens 12 keer in 30 dagen. Maar het is ook wel... Het is ook wel veel. Het is ook wel veel. Maar misschien als ik hem, als ik morgen wel live ga, dat het dan lukt. Maar aan de... Hoe doet ze dat? Oh. Schok, hè? Er liep net iemand tegen me aan en ik denk, die gaat een mes tussen mijn ruggen werken. Ik denk dat ik kwam jou tegen. Ik zag je, ik herkende je hondje. Waar lag ik? Het lag bij, het is het administration. Ja. In het gangetje, daar zo. Het was, ik kwam aan, ik rende naar electricity toe, maar ik kwam, ja. Toen was het licht al gefixt. Ja, het is echt de leukste stream ooit. Elke keer geel, ik dood, liggen, ja. Zo, dood. Spijt me, jongens. Wacht, waar was het? Ik hoorde het even neer, dus waar was het nou? Admin. Oké. Die Saar. Saar die haat me. Ik was bij Simon Says en ik liep 100% de verkeerde kant op om Electrical te fixen. Oké, ja, ik heb het gezien aan mijn reactor. Daarom. Ik dacht van, dat is wel heel snel hierbij. Maar... Ik ging nul keer in posten zijn en ik zag mensen lopen die niet naar elektriciteit gingen, dus ik wilde weten wie het waren. Maar die stonden gewoon een task te doen, dus ik ben toen bovenlangs doorgelopen. Toen liep ik tegen Onnedy aan. Nee, alleen Onnedy, maar die heb ik in MadBase zien lopen toen ik naar de reactor ging. En nu ook weer uit MadBase zien gaan toen ik daar weer terugliep. Wat heb je daar zo lang zitten doen dan, Dionne? Ik ga ondertussen wel even kijken of ik mijn vingers kan fixen. Oh, ik heb ook scan. Wil er iemand met me mee? Ik loop wel mee. Is goed. Oké. Ik weet niet waar ik heb, maar... Ben lekker met de hele groep. Okay. Scan die duurt best wel lang hoor. Taf is lang. Ja. Ja, dat dacht 7 seconden of zo, ja. Ja. Dus we skippen? Ja, ik heb... Ja. Sorry, Rick. Ik heb wel een beetje. Wat? 2? Ja, Roel, je bent... 2! Ja, Roel, ik heb op jou gestemd. Oh, jij bent zo succesvol. Oh. All by myself. Oh. Nou, dan zijn we dan weer. Gaan we weer verder. Oh, ik dacht dat dit upload was. Oké, sorry. Ik de vingerdokter. Ja, ik weet niet. Dat, laten we dat maar niet mezelf zo noemen.
Maar ik ga wel proberen hem te fixen. En tot nu toe... zie ik ook dat ik gewoon elke keer netjes mezelf mute. De imposter is, die mij gekild heeft in ieder geval, was Saar. Voor de zoveelste keer. Als eerste. Dus ik weet niet wat ze tegen mij heeft. Maar één ding weet ik wel. Dat wordt gewoon exit voor de zometeen. Kun je helemaal hierheen lopen? Ik kan niet verder dan dat. Maar ik weet niet wie die andere is. Is die andere Rob? Whatever. Trash. Ja, inderdaad. Nou, even die laatste nog. Maar kijk, niemand doet zijn taken, man. Kijk naar hoe weinig. Gaan we vertel. Wel. Oké. Lieve Bibi lag in storage, helemaal boven bij de fixed wiring. Ik vind het een beetje zus dat je... Ik heb ook zin in chips. Waarom noem je haar lief? Niemand is lief hier in deze game. Maar Krejcik is ook dood. Ja. Heeft iemand Krejcik gevonden? Ik zal niks zeggen. Nee. Nope. Ik word weer anoniem gebeld. Nou, ik ga nu maar negeren. Gezelligheid. Ik vind Roel zus. Ik vind Roel ook zus. Wat nou weer? Ik heb letterlijk niks gedaan. Ja, ik wil dan gaan het anonieme maken, maar jij wordt heel het anoniem gebeld. Dus ja. Ik wil gewoon ik zo graag imposter zijn, want ik wil dat jullie mij imposter tot imposter benoemen. Wil je wel de uitstemmen als dat je meer als imposter hebt? Ik denk dat we je nodig hebben als crewmate. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik ben ook zo'n goede crewmate. Ja. Crewmate. Iedereen noemt me ook crewmate, omdat ik altijd... Crewmate. Hugo die is sowieso op Roel gegaan. That's true. Maar wat is de reden daarachter? Ja, dan ben ik ook wel benieuwd naar Hugo. Waarom op Roel? Well, it's complicated, you know. Nou, vertel. Ja. Je hebt de tijd. Je hebt 55 minuten. Ja, mam. Ja. Oké. Nee, een beetje sucks. Nee. Ja, ik denk gewoon dat het goed is. Want denk je altijd? Denk ik niet best. Wil jij nou meer met deze scan? Denk ik dat ik dacht dat het valt, maar ik heb het. Ondi, ik stond met jou in reactor. Ik denk dat het totaal het ook niet is. Stond ik ook mee in reactor. Maar op wie wordt op wie heb jij nu gestemd dan? Ja, op Hugo, omdat hij jou zo verdenkt zonder reden. Ja, ik ook. Is dat niet Sarah en Roos geworden? Nee, joh. Nee, ik denk eigenlijk dat... Nee, maar even opnieuw. Volgens mij zitten we in een soort van streak weer. Want ik denk niet dat het Roos is. Roos maar kwam waarom, ik Roos waarom zou ik mezelf zo in de picture zetten als ik het zou zijn? Dat is gewoon not my style. Okay. Get the picture. Ik ga ook op Hugo dan. Ja, het is Rob. En Rob. Jongen. Oh my god. Verdiend. Zonder reden iemand eruit stemmen. We gaan nog wel zien of dat de reden was. Ja, en het echt het raarste potje ever, gewoon. Oh, gelukkig was ik niet dood. Oh, jawel. Kut. Meteen. Oké. Komt Marissa meteen weer, als ik klaar ben, naar boven? Weet ik niet. Misschien. Geen idee. Ik hou er niet van om altijd alles hetzelfde te doen. Dus ik denk het niet. Misschien wel. Ik weet dat jullie er altijd heel erg van houden dat altijd alles op dezelfde manier gaat en dat altijd alles hetzelfde is. Maar ik weet niet, ik hou er niet van. Ik kan er niet zo goed tegen. Misschien. Ik ben geband uit onder die chat. Waarom? Was je vervelend? Of zat je dingen voor te zeggen? Daar houdt ze niet van. Oh, gewoon geband. Zal ik samen maar een preventieve ban geven? Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, het is wel leuk, want iedereen is nu aan het opnemen tegenwoordig, hè? Want Rob, die neemt op. Die heeft een kanaal Robix Cube. Wacht, ik kom zo terug. Groen gevonden in rechtercorner van cafeteria. Dan is het Rob. Oh, damn. Wat? Dan is het Rob. Ik stond links cafeteria, stond ik de wires te doen. Ja, hij kwam van die kant, ja, fair enough. En hij kwam bij mij, hij kwam van de rechterkant bij mij staan. Toen stond hij heel even stil en toen ging die reactor af. Of ging in ieder geval iets af. Dus ik verdenk Rob wel heel erg hierin.
Ik ga met je mee, ja. Dit snap ik. Kan je jezelf onderuit halen? Nee, ik heb geen taken meer, dus ik ben letterlijk naar rechts gegaan. Daar heb ik iemand, ik heb Roos daar zien staan, een taak zien doen. Toen dacht ik van, nou, ik ga kijken of ik andere mensen kan vinden. Toen zag ik Ornatie. En toen ging die, toen ging O2 af. Toen ben ik naar beneden gelopen om O2 te fixen. En toen werd Saltare is toen gevonden, maar die is inderdaad gevonden waar ik zeg maar ergens gelopen heb. Dus ik kan me voorstellen dat ik nu zus ben, maar ik heb haar niet gezien. Ik heb haar niet zien lopen. Ja, het moet Rob wel zijn. Wat wij hebben... Ik heb ook niks gezien. Hij is ik zo heb, snel daarna... Het is voor het eerst dat ze wat zegt, hè? Zegt de hele tijd niks. Ik ga nu even opletten. Ik denk dat ze dan zouden soort admin zijn gelopen. Maar dan hadden wij ook... Toen wij naar admin liepen, hadden wij toch iets moeten zien. Want daar werd hij gerecord toen wij er aankwamen. Dan hadden wij echt op zijn minst wel iets moeten zien. Ja, we hebben de body toch niet gezien? Nou, ik weet zeker dat het Rob is. Ja, ik heb ook op Rob. Die weet het, Thomas. We hebben de body niet gezien. Ik snap niet, zeg maar... Nee, we hebben de body niet gezien. Maar we moeten toch wel... Ik kan toch wel iemand zien lopen. Jij komt van rechts. Of onder die doet... Oké, dus Ornatie kan het niet weten, maar ik snap gewoon niet zomaar, nou ja, oké, beetje jammer dit. Toch nog een stem op mij. En op mij. Nou, we gaan het zien mensen, we gaan het zien. Vieze Saar. Oh, echt hoor. Ik doe er wat aan zo meteen. Als ik het ben, eerste die ik pak is Saar. Gewoon 100%. Hey, got him. Waar kan ik Roos van kennen? Van de streams, van Creatic. Geen idee eigenlijk. Ik weet het niet. Ik ken ook niet iedereen. Wie is Onede? Geen idee. Nee, maar wat ik dus wilde zeggen is dat eigenlijk iedereen nu inmiddels of aan het opnemen is of aan het streamen is. Want Roel is nu aan het streamen. Rob is nu aan het opnemen voor zijn YouTube kanaal. Saar heeft zelfs een computer gekocht of een gear gekocht om te kunnen opnemen. En die is dat nu aan het doen. Bibi volgens mij, Hugo, Creatic is aan het streamen. Ik ben aan het streamen. Dus ja, ik... Het wordt nog druk. Geef Saar geen geld meer in Animal Crossing. Ja, dat is een goeie. Ja. Dat lijkt me een goed idee. Hoe heet Rob zijn YouTube kanaal? Robic's Cube. Maar, daar moeten we eigenlijk eventjes een Reddit voor hebben. Want hij heeft net weer een video geüpload. Ik zal... Van Among Us. En die zijn echt wel grappig. Hier, kijk. Dit is het kanaal van Rob. Hij heeft nog geen fancy naam. Hij heet Robic's Cube. Net zoals dat hij hier in... hoe heet dat heet? In het spel. Maar, dus abonneer even allemaal op het kanaal van Rob. Dat lijkt me wel leuk voor hem. Hij heeft ook hoe heet dat? Van The Sims heeft hij ook een video gemaakt. Ook leuk. Robic's Tube, ja. Gemiste kans, jongens. Helemaal gelijk. Ja, Ferry. Maurice die zit in de studio beneden. In de garage, ja. Klopt. Daarom moest ik net ook helemaal naar beneden rennen om maar even te helpen. Ik neem aan dat jullie het niet erg vinden dat ik gewoon stilsta. Als je wilt dat ik echt achter die poppetjes aangelopen, dan moet je het zeggen. Maar volgens mij zijn we gewoon lekker aan het kletsen. Wanneer komen er meer mogelijkheden om kanaalpunten te besteden? Ja, dat is een goede vraag. Wat zou je willen kunnen doen? Misschien dat we een keer iets kunnen proberen van dat je met kanaalpunten mijn lampen aan en uit kunt zetten. Het moet wel Saar zijn. Hoezo? Of Dionne is nu gevent en speelt echt heel... Maar ik sta met Dionne bij Reactor. Ik ga meteen naar Camps. Ik zie Saar ergens onderin lopen en ik zie Roel... Als body dood liggen. Dus oh, maar ik ben niet onder geweest, dus dan is het Saar. Oké, nee, luister. Ik heb letterlijk nog één taak. Saar, ik ben alleen maar met Roos. Ik ben constant met Roos onderheen gebleven, dus dan moet jij toch zijn. Nou, dat snap ik ook maar mezelf. Ik kan me er nog niet meer in de wereld. Helaas. Jij krijgt echt nooit meer klingels van mij. Nooit meer.
Daar zit echt Star. Een imposter streak. Het is echt Star. Niet te doen. Saar, ja, maar... ik heb zoveel vragen. Saar. Hoezo? We need a double kill. One. Waar? It would be great. Oh my god, maar luister. Oh my god, ik dacht, waar was je? Ik was letterlijk op zoek naar echt de laatste persoon. Want ik dacht, ik hoef er nu nog maar één te killen. En dan is het klaar, want ik wist wel dat ik de lul was bij Reactor. Omdat ik daar niet was. Dus ik dacht, oké, als ik er nu gewoon nog even één kill, dan heb ik gewoon even gewonnen, weet je wel. Maar het lukt maar niet. Ja, maar als we met z'n zevenen zijn, dan stemmen we nooit. En waarom stemmen we nooit op zeven? Zeg maar. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Vertel. Op zeven? Ja, omdat je dan kans groot is dat er een crewmate uitgaat. En daarna zijn het dubbelkeeltjes en dan wint de imposter. Dus dan kan je beter maar gewoon niet stemmen. En wat deden, wat deden we nu wel? We stemden op zeven. En er ging iemand uit die nou, niet sorry, maar dit is echt de eerste keer dat ik van deze regel hoor. Saar! ik heb deze regel in deze streams geleerd. Dus ik ga ervan uit dat het zeg maar... Ja, dat is de Kitta. Kitta doet dat altijd, volgens mij. Ja, Kitta zegt dat altijd, ja. Maar ja, ik dacht bij mezelf, we doen een dubbelkeeltje en we zijn klaar. Gaan we even naar de rest. Saar, die dacht, ik ga weg. Ik ga in een hoekje. Ja, de rest in één keer. Ik ga in een hoekje een appel eten. Hé, maar was dat het moment dat jij Kreatjik doodde? Ik ging een appel. Ja, ik ging weer zo snel dood. Ja, ik ook. Ik was als eerste, hè. Niet klagen. Oh, maar echt, jongen. Want daar hadden we wel een dubbelkeel, want... En toen killde ik Bibi, en toen killde jij Kreatjik, en toen... Nee, het heeft te maken met dat we nadat we iemand eruit hadden gestemd die niet ons was, hadden we een dubbelkill moeten doen. En dan die waren niet we... ons was. En dan, waren we klaar geweest, alleen dat deed je niet. Dus ik heb een kill gemaakt, en ik dacht bij mezelf, je hoeft alleen maar een kill te maken, dan zijn we klaar. En you just didn't. It just didn't happen. Dus ik zat echt te wachten. En toen was ik eruit gestemd. Dit gaat hij je niet vergeven hoor, Saar. Succes. Dus ja, Oké, luister, maar dit is les voor mij. Gekomen. Ik zal erop letten. Weet je wat ik doe? Ik start hem gewoon weer. Dan worden jullie weer samen inpast en dan kunnen jullie het nog kiezen. Ja, nee, maar ik wil niet weer als eerste dood doen, jongens. Ja, nou wil ik een keertje blijven leven als het mag. Start. Maar Rens, misschien moet ik gewoon even van kleur verwisselen of zo. Ja, goed plan. Ja, of van... Ben ik ook weer rood. Maar rood is haar fabriek... standaard. Maar even serieus, hoe krijgt ze dat voor elkaar? Hoe doet ze dat? Maar ik blijf wel even een beetje bij in de buurt. Ik moet wel wat taken gaan doen. Hier, ik doe nu deze taak. 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 Hier nu moet ik deze taak doen. Taak. Doe de taak. Dat verkeerde knopje. Dat is dom. Dat is echt heel dom. Waarom doe ik dat? Er zat iemand opgesloten. Waar is ze nou? Hey, zit je hier? Oeps. Let's go. We doen iets. Ja, Hugo nog heel zielig in security te liggen. Security. Arme jongen. Ja, dat zag er heel zielig uit. Oké, heeft ook iemand gezien of zo? Ik kom even met de defense. De deuren waren dicht en toen ging ze er open. En toen, ja. Ik ben alleen maar aan de rechterkant geweest. En ik denk ook niet dat Saar het is, want die was ook in O2. Was jij in O2? Ja, ik was in O2 inderdaad, samen met Roos. En Rick was daar ook. Ja. Nee. Rick kwam van die kant. En ik was eerst in de cafeteria en toen liep ik daar naartoe, maar toen waren de deuren dicht en toen ja. Ik ben ook de hele tijd aan de rechterkant geweest, samen met Dionne. En ik denk dat zij wel oké is. Ik heb er niet
Ze heeft me niet gekild, in ieder geval. Nee, maar Creatine was zo geplakt aan mijn kont dat ik bijna ging denken van, hey, dit is... Ja, ik wil zo graag een vriendje, ik wil niet meer. Nee, maar jij gebruikt mij altijd als vouch. Ah, oh, nee, maar dit keer echt niet. Ik wil gewoon lief en gezellig zijn. Dit keer niet alleen opkomen, want ik wil gewoon niet meer als eerste dood. No offense, maar het heeft was iemand... wel heel gezellig. Ja, wel hè? Ja, ja. Is wel. Heeft iemand met Basecan? Nee, ik volgens mij niet. Ik weet dat ik met een beetje meelopen. Nee, volgens mij heb ik niet gekeken. Geen idee. Geldt dat ook? Weten jullie dat allemaal? Ja. Nee. Van de taak. Maar ik onthoud dat ook echt niet hoor. Ja, ik kijk altijd gewoon op het moment dat ik iets moet doen. Oh ja. Ik kijk gewoon. Ja, nee, ik stond er al op en ik zei annuleren, annuleren. Ik heb hem nodig. Ah, oké. Doen we een casual skip? Ja, ik denk het wel. Skip. Met een beetje sus op Rick, omdat hij niet dood is. Ja, maar dat is alleen als Sarah het is, hè? Die killt me dan altijd meteen. Ik ben gewoon nog geen één gekillt. Nee, is dat zo? Rick, je moet even stemmen. Oh, sorry. Excuus. Dank je. Dan ga je nu waarschijnlijk meteen dood. Zal je altijd zien. Dat is echt heel creepy, Kajacek. Ja, toen ik het zei, dacht ik ook, oh, dit had ik niet moeten zeggen. Wat dat maakt. Ja, we gaan jou even in de gaten houden. Oh, dat mag. Blijf alsjeblieft bij me, want ik wil niet dood. Ja, dat is misschien niet handig dat ik dan bij je blijf, maar hè? Dat zeggen we maar niet. Laat eens even zien dan. Maar wie heeft het dan? Want iemand moet het dan checken natuurlijk. Als niemand het gaat checken, dan kan ik er ook gaan staan. Maar... het doet toch niks? Wie checkt het? Niemand checkt het. Het is compleet nutteloos. Oh, die Roel. Hey. What are we doing? What are we doing? Met deze. Doe deze. Kom, we gaan Meli pakken. Kom. Hey, staat er iemand op cams? We gaan even via deze kant. Eens even kijken. Hey! Hallo! Kijk, dan kan Dionne snapt het ineens niet meer. Nee, ik durf niet meer. Ik durf niet meer op de stack te killen, jongens. Maar we moeten wel wat gaan doen, want het ging niet op en iedereen is hier. Die vindt mij echt zus. Kom, Roel. Ik had hem net al gedaan, shit. Dun. Ja, we doen even die Simon Says hier. Ja, Het zijn er niet veel, hè? Nee, dat gaat niet heel hard of zo. In de gang van Electrical, zeg maar. Rechts in de gang van Electrical. Oké, ik was met Rob en Roos van Security. En als ik, zeg maar, based on deductions, denk ik dat het Kretjik een onderdeel is. Maar dat is gewoon voeding eruit daar. Wij lopen nooit samen, maar ik ben het sowieso niet. En ik denk dat Dionne ook safe is, want ik heb haar echt, ze heeft me echt vet vaak kunnen killen. Ik vertrouw Kretjik ook wel, omdat... Puur omdat ze net zei, ik heb inspect samples, dat ook goed. En nu dacht ze nu weer aan om terug te gaan. En als ze zou faken, ja, puur en ja, maar zo ben ik er ook een keer ingetrapt met Meli. Die heeft echt alle taken met mij gedaan. Ik was echt heilig ervan overtuigd van, die is helemaal safe. En die zat alles te faken. Dus ze hoeft niet iets te zeggen. Maar heeft iemand, want dat wilde ik even weten,
had iemand nou medscan? Want Roel die was de medscan aan het doen en iedereen stond er wel bij. Maar nee, heeft iemand... Wilde checken. Ja, nee, maar niemand, nu is het ook niet belangrijk meer. Maar alleen een example. Ik was daar ook niet eens. Ik ging gewoon mijn vuil doen. Ik denk, jullie hebben, een van jullie zal vast wel medscan hebben. Ik heb niet eens medscan, dus ik ga gewoon mijn taken doen. Ja. Ik heb mijn taken klaar. Ik heb, ja, ik heb trouwens ook ik heb bijna mijn taken. Ik ben voor de rest ook helemaal klaar. Ik ben ook al klaar. Ik zit ja, ik heb gewoon heel tijd op camps gezeten. Ja, laten we dat maar doen dan. Ja, is goed. Ik zit op camps, dus als ik dood ben, dan weet je dat ik... Wie saboteert trouwens comps? Ja, wie doet dat nou? Ja. Zeker zo laat in het spel als iedereen al bijna klaar is. Ik bedoel... Ja. Waarom nog maar één stem op mij? Ben ik de nieuwe Hugo als Hugo dood is? Ja. Ja, je bent gewoon zo. Ja, snap maak ik ook je taken wel. Af. Ik heb zo af, chat. Wel weer een rond doorgekomen, maar we moeten wel even killen nu, jongens. Kom op nou. Kan toch niet dit? Kijk, gaan we straks nog verliezen ook. Ja, kill iedereen, ja, is goed, maar... Zal ik er killen? Gewoon voor de fun? Potverdikkie. Ja, dat is heel jammer, maar het is Rick. Ja, heb je een hete daadje? Ja, ik zeg letterlijk, ik ga naar cams. Dus ik zit op cams, Rick die loopt de generator in, Meli loopt erachteraan, en ik denk bij mezelf, oh, dat duurt echt wel heel erg lang. Wow, wat is dat, hè? Wow, wat is dat? Even... Zo, exorcist, alles. Ja, dat was die anonieme bellen. Die begint nu hier te joinen. Geen interview. Ja. Nee. Dus, het is Rick, helaas, sorry. Maar... Wacht even. Wacht even. Wat ga je nu nog zeggen? Wat ga ik nu nog zeggen? Niks. Ja, niks eigenlijk, nee. Want het is niet waar. Maar... Ja, is goed. Helaas. Nou, hoe zielig. Ik had gewaarschuwd dat ik op cams ging zitten, dus ik bedoel... Ja, maar iedereen stond op cams, man. Dat was niet te doen, dit. Oh. Wie heeft er geskipt? Rick zelf. Ik heb op mezelf gestemd. Ik heb haar echt per ongeluk geskipt, want ik zat niet te luisteren. Rick heeft gewoon even een vraag gedaan op mij. Ik vind het saai, want ik heb een taak af. Oh jongens, ja, dit was niet meer te redden, jongens. Maar sowieso, dit hele potje ging al niet meer, want we gingen zo langzaam met de kills. Saar heeft echt nog geen kill gemaakt. Volgens mij heb ik ze allemaal gemaakt. En dat geeft niet, dat mag. Maar ja, dan gaan we niet winnen als iedereen al klaar was met taken. Dus ik weet niet wat ze aan het doen is. Misschien is ze vergeten dat ze imposter is. Zou ze het vergeten zijn? Helpen met saboteren. Ja, wil ik wel. Maar kijk ze hier allemaal. Wat doen ze hier? Oké, ik ga O2 doen. Kom. Moet er toch iets doen. Doe die deuren dicht, man. Doe die deuren dicht. Kijk ze allemaal gaan. Ah, Sarah weet niet wat ze moet, wie ze moet killen als ze mij niet mag killen. Wat een goeie. Ja, maar echt inderdaad. Oh. Moeten we het eindelijk een keer zelf doen? Ik ga toch gewoon iedereen irriteren. Kijk. Ik zit zo gewoon vast hier. Vast, jullie. Wie heeft nou nog steeds de taken niet af? Ik heb alles af. Dit? Waarschijnlijk ik heb ook alles af. Spookjes, doe je taken. Want ik heb mijn taken echt al zo lang af. Al twee ik ook ronden. Al ik heb er nog één. Ik heb ook echt al heel ik lang. Ik heb alles al af. Wie zegt ik heb er nog één? Ik heb er nog één. Jij bent dood. En imposter, ga weg. Jij doet niet meer mee. Jij doet niet meer mee. Ja, ik heb zelf mijn zus op roos. Ik ben al 2-3 rondes of zo klaar. Ik sta met Rocco. Ik vind het heel knap. Ik vind het echt knap, hoor. Roos en ik staan letterlijk in elkaar camps te chillen. Ja, en net vonden we daar met zoveel. En
Dionne en Rob stonden in elkaar. Ik denk, ga eruit staan, want anders word ik daar weer beschuldigd. Maar ik denk, ga zo ver mogelijk weg. Is er al één nu zeg je weer hetzelfde als net. Rick was imposter. Ja, dat is niet echt iets wat sus is, hoor. Dat kan ook gewoon zijn dat je dingen vergeet omdat er 10.000 potjes worden gespeeld. I don't know. Ik ben 30, hè? Mijn brein doet het niet meer zo goed als jullie jonge hersentjes. Ja. Ik voel me niet echt aangesproken. Ik ben bijna 30. Nee, ik voel me ook niet aangesproken met mijn 33. Thanks, hè? Thanks. Nee, ik vergeet dat gewoon. Ik weet, daarom vraagt het ook gelijk. Is er eigenlijk een imposter uit? Ik kan me het nog steeds niet herinneren. Hebben we er nou iemand uitgestemd? Ja, Rick. Rick was ja, Rick, toch? Oké. Okay. Ja, yes. Niemand gelooft me. Rick was net betrapt door Rob. Oké, okay, ik gooi deze theatrics op het bed van zijn ouders. Oh. Spannend, personen die ons daar. Spannend. Hè? Oh, ja? Ben je weer imposter? Nee, natuurlijk. Luister. Saar is wel de enige die rond heeft lopen. Thomas is inderdaad de slaapgevallen, denk ik. Maar misschien heeft hij iets anders te doen. Kamer naar kamer. Ik ga eens even kijken. Precies, ik ben gewoon letterlijk aan het kijken of er ergens een dead body ligt. Alleen, weet je, Saar was wel toen bij Navigations. Toen kwam jij uit Navigations, volgens mij, toch? Dit kan kloppen, ja. Ik denk dat het Saar is, gewoon dat het altijd is. 3, 2, we kunnen best gokken. Saar is de nieuwe Fable. Oh, jullie gaan niet op mij stemmen. Nee! Dit is gewoon zonder enige reden gewoon. Ja, oh, Thomas is er weer, gelukkig. Als het Saar weer is, moeten we misschien gewonnen? Eventjes het spel meer. Yeah. Oh my god. Ik denk dat we echt in een soort van streak zitten weer. Ja, we moeten maar even polis doen, dan hebben we dat niet meer. Oh, polis. Jongens. Ik vind het nu wel echt een goede tijd om even gaan we naar polis? We kunnen ook dan ben ik de imposter. Als we het op is, dan kunnen we ook een potje Mira doen. Ik zag je bewegen tijdens de test. Wat is Mira? Ja, ik heb Mira. Ja, joh. Dat klopt. Daarom wilde ik jou killen. Ik heb laatst afscheid genomen van Mira. Ik ga je achtervolgen omdat ik je erg suf vind, maar... Toen was je dood. Toen was ik dood, ja. Ik had een Animal Crossing bewoner, die heette Mira. Die is pas weggegaan. Waarom is ze weggegaan? Ze was lelijk. Omdat er te veel onkruid lag, denk ik. Ja, ja. Oh, ineens weg. Hé, maar Saar, wat was dit nou? Ja, nou, ik dacht dus, ik moet een andere tactiek toepassen. Dat ze wel een gewoon niet winnen. Killen. Dus ja, nou, ik dacht, als ik gewoon echt heel erg doe dat ik een crewmate ben. Ah, maar nee, ik word er alsnog weer zonder reden uitgegooid. Was nee, Ferry. Zonder reden, je was de imposter. Dat is dezelfde tactiek die je net deed in ons sportje. Klopt wel. Niet killen is wel jouw strategie vanavond, Saar. Ik hoorde echt van, ja, oké, er zijn nog twee taakjes. Ik denk, ja, ik moet wel iets doen, weet je. Okay, maar ik ga in deze kleur kijken hoe raar ik er dan uitzien. Eel. Jakkes. Ja, echt, wow. Echt niet zo niet mee. Ik klim me rood. Ik voel me niet mee. Oeh. Eel. Gaan we nou van server wisselen of niet? Ja, willen jullie dat? Ja, want dit gaat... Ik wil niet weer met Saar, hoor. Ik wil niet meer. Nou, willen jullie dan? Same. Nee, ik vind je hartstikke lief, hoor. Mira. Of wat Mira. Maakt het niet uit, eigenlijk? Mira. Nou, Rick, ik hoef ook geen klingels meer van jou. Mira. Polis of Mira? Oh. Mira. Ja, alleen Rob geeft steeds antwoord. Mira. Ja, nou, dan heb je toch een antwoord? Ja, prima. Ja, Mira. Ja. Oké, verschrikkelijk. Mira. Je wilt het zelf gewoon niet, daarom blijf ik vragen. Oké, okay, ja klopt. Ja. In Mira kunnen we tenminste nog goed worden. Die andere twee die kennen we nu wel. Ja. Ja, cool. Dat is misschien wel waar. Oké, okay, nou ik heb de code gedeeld. Mag ik in dat geval nog weer rood zijn? Want nu toch weer in een nieuwe dingen zit. Ja hoor. En dan kijk, nou voel ik me weer normaal. Want het was zo. Echt net een hele rare kleur. Oké, dit pakje werkte niet. Ik vond het wel een leuk pakje. Oh. Ja, daarom werkte het beter niet. Beter dan dat insectending. Het moet afschrikwekkend zijn. Dat werkt wel beter. Nee. Is dit Mira? Ja. Mira! Nou, als je de map erbij wil houden, kanaal erboven staat de map, dus dan weten we wat heb ik wat heet. Mira map. Mira is... Waar staat Mira... het in de Discord? Ja, ja, net in het kanaal daarboven, zeg maar. Mira zit vol met onkruid. Ik heb wel een beetje dorst, hoor. Ja, ik voordat ik hier tegen Mira aan ga. Oh, dat doen we allemaal hier, hoor. Niet, dus dat doen we allemaal. Oh, dan ga je niet op eruit gestemd worden.
Maar ja, je kan hier dus van vent naar vent naar vent naar vent venten. Dat is... That's what she said. Een hele map over venten, maar... Dat is dus eigenlijk ook wel... Tenminste, dat is nu in ieder geval waar ik altijd een beetje op let. Dus de enige tactiek die ik heb voor deze map is degene die dus eigenlijk gewoon bijna niet gezien is. Dat is meestal de imposter, want die zit heel in de vent. Het is gewoon zo waar... Oh ja, maar ik stond net in cafeteria, maar nu opeens sta ik in de launchpad. Ja, en nou ben ik bij Reactor. Ik stond al klaar. Hoe dan? Oké, nou, we gaan hem starten. Je ziet het vanzelf al. Wij snappen ook geen rol van deze map. Dus jullie leven nog, Hugo? Succes van mijn imposter. Succes. Ja, je leeft nog gelukkig. Ja, ja, soort van. Oké, wat doen we hier? Kom, let's go. Ik heb geen idee. Ik vind deze moeilijk. Ik vind dit moeilijk. Ja, ik ga zo meteen wel de Jamila look doen. Oh, ik wil zo graag killen, maar het is nu al te laat. We doen de taken, we doen de taken. Dit is niet een taak, jongens. Dit is alleen maar kunnen we zien waar iedereen is. Dat lijkt me niet de taak. Dit is een taak. Het is echt moeilijk dit. Hoor je dat? Ik hoor het duuduuduut. Oké, we moeten even iets gaan doen. Ik vind dit hier wel leuk. Oh. We gaan dit gewoon verdedigen, jongens. We gaan het gewoon hier verdedigen. Als er hier iemand komt, pakken we ze. Nee, ik blijf hier. Ik verdedig het. Oké, misschien niet een goed idee. Ik ga wel met je mee. Kom, waar gaan we heen? Hé, hey, Jeroen. Oh! Huh? Roel heb ik echt net nog gezien. Ja, hè? In, Ik zag waar is dat? Ja. Ik zag Rick er echt van aflopen. Waar? Waar vanaf? Van de body. Waar lag hij dan? Ja, in cafeteria. Dat was ik wel, ja. Lag hij daar? Ja! Maar wie lag daar dan? Ik zag Roel lag daar. In de office. Ja. Nou, in ieder geval een hele verse keel. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel verdacht. ja, en meer kan ik niet zeggen. Ik moet ook wel zeggen dat hij er wel echt helemaal langs liep. Hij was echt wel echt, zeg maar, echt aan het lopen. Dus ik weet niet of hij het echt gedaan heeft, maar hij is wel... Ik heb wel de hele tijd mijn kaartje open, dus dat is meestal wel het moment dat ik dingen mis. Dus het zou kunnen dat ik het heb gemist, hoor. Ik snap er ook helemaal niks van. Nee, hè? Nee, nog niet. Nou, ik vind het ook wel een hele oprechte verbaasdheid van hem. Dus ik weet niet. Ik twijfel. Was er verder nog iemand anders daar beneden dan Meli? Nee, ik kwam van bovenaf, want ik wilde naar mijn andere taakjes. Maar... Ja. En toen vond je de body en alleen Rick was daar dus. Ja, Rick liep naar boven. Van onder naar boven. Ah ja, oké. Okay. Dat is inderdaad wel heel sus. Ja, wat wilde jij zeggen, Bibi? Wat wilde ik zeggen? ik weet het niet meer. Nee, ik heb geen idee meer. Ik heb jou daar wel gezien, Bibi, bij die machine daar rechts bovenin. Ja. Ik had het dus nog nooit gedaan, ik was helemaal blij. En toen heb ik jou inderdaad gezien, Rick, en toen ging ik naar boven om komst te fixen, volgens mij. Ja. En toen zag ik Kreatjik en toen zag ik Roel en toen 2 seconden daarna was de body van Roel gereport. Het is echt een mega verse keel, dus daarom moet het wel iemand zijn die nog beneden is. Dus ik denk echt dat je een hete daadje hebt en dat Rick het inderdaad is. Kan bijna niet anders. Ik heb Roel echt nog echt 3 seconden daarvoor gezien. Echt, het is echt een paar seconden. Hij is daarheen gelopen en dood gegaan. Maar het is... Of het is Meli, één van de twee. Ja, of het is Kreatje. Ik ben vergeten te stemmen. Let's go. Same.
Hey, deze map maakt mijn mind echt gewoon... Error, joh. Ik was zo dichtbij. Ik was zo dichtbij. Ze geloofde me. Het spijt me, Dionne. Het spijt me. Ik was zo dichtbij. En wie pakt me? Die stakker van een creatchick. Potverdorie. Sorry, Dionne. Het spijt me. Ik ga je helpen. Ik weet nog niet hoe, want ik heb geen idee wat we kunnen doen. Maar kijk, één ding weet ik wel... Hier zit iets wat ze een soort O2 volgens mij. Of in ieder geval iets wat ze binnen zoveel seconden moeten doen. En dan zouden we natuurlijk, als ik kan zorgen dat ze ergens opgesloten zitten. Dan moeten ze wel die hele gang door hier. Ik ga gewoon iemand anders verdacht maken. Kan ik dat? Nee, want ik kan hier geen deuren dicht doen. Ik kan hier echt alleen maar dingen saboteren. Hey, Dionne! Was het leuk om Saar lekker zo te killen voor... je wist niet dat ik achter die deur stond, zeker? Surprise! Wat? Ja, nou, ik stond gewoon... Ik kom van Reactor. Was... Hugo kan voor mijn foutje. Ik ging door die lange gang en ik stond nog te wachten tot de deur open ging. De deur ging open, pluk, ik zie Roos dood neervallen met Dionne ernaast. Ik Roos? Hello! Saar, denk ik. Saar, sorry, ja, sorry, sorry. Ja, het is gewoon creatchick zelf. Nee, geloof me. Maar dit doet ze altijd. Nee! Ja, dat zou ik wel doen. Ja, true. Maar dit is echt waar. Snap je het? Stem mij erbij uit, want ik moet toch nodig plassen. Of ik die taak bij je storage snap. Ja. Als jullie mij eruit stemmen, dan vind ik... Wat moet je doen? Ja, je moet die gieter zoeken op dat plaatje, zeg maar, of zo. Je krijgt zo'n plaatje en dan zie je zo'n blauw gietertje en dan moet je op klikken. Ja, het is echt simpel. Wat gieter neem je dan mee naar de greenhouse bovenin? Deze en dan kan je die plantjes maakt laten mijn hoofd eten. In de war. Oh, wow. Ja, erg, hè? Ik vind dit vind ik zo leuk, deze taken. Die machine, ik werd helemaal blij. Ik had dit nog nooit gedaan, die machine. Nee, dit is wat ik altijd al wilde. Dit vond ik zo leuk. Oh, wacht, sorry, ik moet nog stemmen. Free stemmen nou? Onder die, hè? Ja. Heb jij nou op mij gestemd, Dionne? Tuurlijk heb ik op jou gestemd. Ik moet zo nodig plassen. Oh, okay, sorry, Dionne. Het spijt me. Ik snapte echt deze map niet, maar ik vond het wel leuk. Zo, dat was snel. Ik ga het wel gewoon nog een keertje proberen. Mijn was leuk. Was nee, echt leuk. Ik dacht echt, nee, niet weggaan, Rick. Dit is echt een hele rare map. En nou ben ik in mijn eentje. Spijt me. Ik heb zo mijn best gedaan. Ik had zelfs Meli overtuigd. All over the place. Maar het lukte me niet. Ik heb ook een keer impostoren. Ja. Zo, okay. Ik ga in het geel. Of is er iemand van? Geel. Dat was ik net. Mooi geel is niet lelijk. Dan neem ik nu geel, misschien word ik dan nu de impostor. Ik ben zat. Mooi geel ik, is niet lelijk. Mooi geel een is niet lelijk. Ja. Ja. Oh, mooi ik rood. Heb wel rom achter je aan. Hé, hey, Saar, wat zie je er leuk uit in oh my god, ik, ja, oh my god. Ja, ben jij helemaal blij dat je eindelijk rood kan hebben? Maar, ja, maar... leuk ben jij, ja. Maris. Hoe zie je eruit? Ja, ik zie er heel mooi uit. Nee, ja. Nee. Nee, ik ja, match het mijn blauwe, nu al. Die blauwe broek, die matcht niet zo mooi met dat roze. Oh. Maar nee, nee, ik moet zo oranje zaken. Wie is wie? Oh my god. Ja, Jamila. Oh, Rick is op Jamila. Jamila heeft een vieze broek aangedaan. In mijn stringetje. In een string. Luier. Oké, ik ga helemaal in het geel. Ik wil gewoon mijn roze. Dat kan niet. Niet. Ik wil gewoon mijn roze terug. Ze zijn het er niet mee eens in de chat dat ik dit aan heb. Dus het is een succes. Het is nu al een succes. Ik ga ook echt iets heel erg lelijks uit. Ik ben er ook helemaal mee eens. Sorry voor iedereen die dat wel een mooie... We moeten nog wel verwachten op Dionne, hè? Ik ga ook even iets heel moois doen. Ik wil gewoon mijn roze. Oh, ze hebben moedje ook in het groen. Oeh. Ik zie er heel kek uit, hoor. Ja, dit wordt ook iets heel moois, maar wel tof. Kijk eens. Ik zie ook een nieuwe versie van mezelf. Oh, wow. I am born to be an imposter. Zé? Mocht je Dionne even missen? Ja, is die weer zit even pissen. Ja, zit je in de wc? Hey, Waarom Rob. Mattie. Dankjewel, Vera. Ja, fijn. Ik wissel wel. Ik vind het prima. Hoppa. Hoppa. Nice. Ja. Team onderbroek.
Zie jij de... Go! Huh? Ja, Rob, mijn, I'm confused. Rol heeft mijn kleur gejat. Ik neem Dionne de uiterlijk. Rol heeft mijn kleur gejat. Als je het vervelend vindt, moet je bij Rol zijn. Rol heeft dit gedaan. Dit is 100% Rol's schuld. Rob en Rol. Ik vind het wel... Ik vind het wel leuk, eigenlijk. Als de Wiedenberger. Nee. Roel en ik zijn officieel geen vrienden meer. Als ik, kijk op Elvis ben, dan is, als Roel als eerst dood ben, dan ben ik sowieso imposter. Dat kan ik nu alvast zeggen. Kijk die Bibi dan eruit zien. Ik op Elvis. Lijk op Elvis. Oh, dat vind ik best wel leuk. Ik doe er niet aan mee, ik ga mezelf. Oh, maar. Ik doe niet meer mee, thank you. Hey, ik kan mezelf niet zijn. Weet je hoe dat is? Weet je hoe dat voelt? Ik kan mezelf niet zijn. Oh, heel zielig. Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die weten hoe je je voelt. Alsjeblieft, Rob. Oh, finally. Een medie die denkt, nee, ik doe hier niet aan mee. Kijk, gaat ze aan. Ik doe niet meer mee. Hoe is het een keer? Oh, sorry. Meestal doe maar normaal. Ben je uitgeplast, Dionne? Ik ben Rick's kleur. Zeker, ja. Nou, ja. Is goed, mag. Doe maar. Zullen we nog een keer Myra doen? Ja, ik wil niet meer spelen met jou. Je hebt cola gedronken, hè? Nee, ik heb geen cola. Oh, je bent vet scherp, man. Ik vind het echt niet leuk. Mijn hele stream baalt ervan. Oh, sorry. Nee, is een grapje. Nou, succes allemaal. Oh, wat baal ik nu. Wat baal ik nu dat ik niet mijn pak aan heb. Wat doen we hier? Niks. Hoi. Ga je dit doen? Doe maar. Ze doet wel echt goed alsof. Hugo. Was ik net Simon Says aan het doen? Sorry, maar... Zo, ik ben heel erg in de war van deze kleuren. Luister. Er is nog niks aan de hand. Er is niemand gekild. Maar, ik ben vanaf de dropship, ik weet niet hoe het hier heet, waar je begint, direct helemaal door naar boven gerend richting admin. Ik kom nog niet eens bij admin in de buurt. Ik ben nergens gestopt. Ik ben een ruk doorgelopen en ik liep alleen. Alleen met Meli. Maar Meli die bleef halverwege de gang staan om draadjes te doen. Kom ik bovenaan. Wie komt er uit office lopen? Hugo. Hoe kan jij al in office zijn? Want je liep niet eens met me mee. Dude, ik was als allereerste weggelopen gewoon. En je weet, maar... Tess kwam voor donkies. Dus ik zat gewoon een beetje te lopen eigenlijk. Maar hoe dan? Want ik liep er meteen heen. Nee, ik was eerder dan jij. Ik was de allereerste die wegloopt. Maar Hugo die kijkt niet waar zijn taken zijn. Hugo gaat gewoon meteen ergens heen en detectiveje spelen. Nee, ik zat gewoon een beetje te chillen eigenlijk. Ik was niet echt... Ik was gewoon, ik liep gewoon gelijk weg. Ik heb het ook opgenomen, dus ik kan Nijs sturen. Ik kan Nijs sturen! Oké, nou. Heeft iemand match scan? Ik hoor niks meer, jongens. Geen idee. Ik zag alleen maar Hugo uit office komen. Toen dacht ik, dat is niet mogelijk. Blijkbaar wel. Maar op wie gaan we nu? Nou ja, nee, niks dan. Blijkbaar ben ik gek. Blijkbaar kan Hugo gewoon heel snel rennen. Ik kan oprecht snel rennen. Ik dacht echt serieus dat er niemand was. Ik heb je echt niet gezien. Maar ik doe je wel een tevens in mijn mond. Hey, Jezus, doe wel met je eyes. Luister niet naar mijn mond. Luister niet naar mijn mond. Nou, stem dan gewoon niet op mij. Dit wordt zo'n gouden meme. Dionne moet zijn. Hoor je ons alweer, Dionne? Dionne, hoor je ons niet. Oh, Maltesers. Hey, Dionne. Ja, ze hoort ons niet. Nee. Wacht. Als ze ons niet hoort, dat heb ik ook heel vaak. Dan moet je even in de wachtkamer gaan en dan weer. Ik verplaats ze wel eventjes. Volgens mij kan ik dat toch? Ik verplaats ze wel eventjes. Ja, ik ben toch admin of niet hier? Ja, daar ben ik niet, blijkbaar hier. Je hebt 15 seconden om haar te doen. Ja, doe maar. Sleep me maar van de wachtkamer weer terug. 12 seconden. Ja, met dit kort schermpje is niet groot genoeg. Wacht, even mijn chat. Oh, wacht, ik heb hem al. Oh, ja, Dionne zit... Ja, Dionne is er weer! Hoor je ons weer, Dionne? Hallo? Het is te laat. Zo, dat zijn veel stemmen op Hugo. Veel stemmen op Hugo. Ja. Misschien had ik het wel helemaal mis. Wat is op mij gestemd? Ja, echt vaak ook hoor. 5 man. Ik zag gewoon mijn telefoon en ik dacht van, het zit wel goed. Oké, even kijken waar iedereen is. Iedereen is hier, locker, cafeteria. Rob zit hier bij mij. Oké, dat zijn too much. Oké, dit zijn er too much. Nee, laten we dit niet doen.
Nee. Dat lijkt er meer op. Oeh, dat lijkt me niet verstandig om te doen. Hier zit ook iemand. Dat is Dionne. Ik durf niet hier. Ik durf ook niet hier. Ik durf wel hier. Oké. Okay. Ik doe nu communication. Dus dan kunnen ze hun taak niet zien. Dan moeten ze allemaal hier. Hey. Goed gefixt, jong. Goed gefixt. Oké. Ik ga even deze kant op. Maar ik denk wel dat iemand me heeft gezien. Wat heb je hier ook weer? Hier heb je niet echt iets, toch? Ik weet eigenlijk niet waar die taken hier zitten. Dat is gewoon een beetje zuur. Maar Saar, die gaat eraan. Zometeen. Die ga ik zeker doodmaken. Oeh. Kak. Oh kak. Oh kak. Oh kak. Veel, Ja, ik wil Saar heel graag killen, maar ik weet niet wat ze is. Ik ga nu even wachten tot mijn cooldown weer goed is. Oké. Saar kwam als laatste uit Reactor. Ik hoor jullie weer trouwens. Oh, dat is heel mooi. Toch? Gelukkig. Saar kwam als laatste uit Reactor, dus ik liep naar binnen. En daar lag een body recht voor de deur. Oké, wacht. Reactor, waar is dat? Dat is waar je eerst in een kamertje moet wachten en dan de deur weer open gaat. Oh, ja, maar oké. Okay. Oh, met die lange gang. Dat is waar je net een kill hebt gemaakt dan. Saar. Wat? Nee! Dit is zo lullig! Oké, maar nu ben ik serieus. Nu maak je mij sus, terwijl ik gewoon letterlijk mijn taken aan het doen ben. Nou ja, Oké, maar ik weet ook niet... Ik was daar niet eens! Ik was daar net 5 minuten geleden of zo. Nou, ik zag je als laatste weggaan. Je kon ook gewoon venten, maar dat deed je niet. Nee, omdat ik geen imposter ben. Ik heb haar wegzien lopen bij de Med Bay area. Daar zag ik haar lopen. Ik ben toen de Med Bay area ingelopen. Ja, toen kwam ze uit die reactor. Huh. Ze kwam uit de reactor, maar toen zat ze bij Med Bay. Weet je hoe ver dat weg is? Ja, ze liep. Ik kwam haar tegen in dat kamertje voor dat je die kamer ingaat. Voor wie gaan we nou? Ik ga voor Saar. Van Roel, ik ben stem het alsjeblieft niet uit. Ik ben het dit keer echt niet. Ja, Saar. Ik heb echt geen idee. Volgende keer beter je best. Voor wie gaan we allemaal dan? Dit is echt lullig. Dit is echt lullig. Oké. Nee, dit wil je niet meer. Zoveel. Wat is dit? Hé, maar jullie weten wel wie het wel is nu. Ik zou het hebben. Ja, Roel zeker. Ze hebben al gewonnen. Yeah. Wow. Yes. Oh, nee. No problem. Ik ben ook echt heel blij dat we dit pakje allebei aan hadden. Oh, dat is zo lekker. Ik baal er echt van dat ik mijn ding niet op had. Oh, dat was zo chill. Ja, ik vind het erg goed gespeeld. Oh, die dubbelkill was zo mooi en het duurde zo lang voordat die dubbelkill gevonden was. Het duurde zo lang. Het duurde echt heel lang. Het duurde zo lang, niemand moest meer in de kijker zijn. Nee, we hadden de dubbelkill gemaakt en na de dubbelkill hebben we nog meer mensen dood kunnen maken. Ja, klopt. Het ging echt lekker. Dankjewel, Nienze. Oké, maar Roel, dit kan je niet meer goed praten. Nee, dat was goed. I'm done. So chill. Excuses. Oh, dat was echt wel lekker Hugo. Hoor, Roel, dankjewel. Ik was gewoon eerst gegaan. Ik dacht serieus dat ik Roel had gekild, dus ik dacht, waarom begint hij nou te praten? Maar dat was Roos, die was blauw natuurlijk. Echt zo verwarrend dit. Ja, ik ga ook even naar mijn eigen dingetje terug. Ja, ik zit al in mijn... Naar mijn eigen skin. Heel verwarrend hoor, die andere. Mijn telefoon is ermee gestopt. Dus als jullie tips hebben voor goede
chillen die niet op je oren pijn doen? Let me know. Saar, ja, die weet alles van nieuwe spullen. Wat? Saar weet alles van nieuwe spullen op dit moment. Dus. Ja, dat is wel waar, ja. Oh, gatsie, Darry, gaan jullie nou allebei zo erbij lopen? Oh! Ik wilde, ik had, ik baalde ervan dat ik het net niet had. Want dat was echt, ja, dat was echt de briljante. Nu dat we het allebei aan hebben, zijn we gewoon nog een keertje... Oké. Ja, doen we gewoon nog een keer over. Nu ben ik een keer een imposter. Ja, jij bent ook niet geweest vandaag. Nee, nee, ja, ik eens daar heb ik het van verprut. Zo naar, zijn eindelijk in post met dat verprut zit helemaal. Yep. Voilà. Succes! Succes! Dit was mijn laatste potje trouwens. Ik snap nu waarom hij het niet meer deed. En waarom was dat? Het plugje is eruit ge... Netjes. Hij is überhaupt niet ingeplucht. Netjes. Nee, maar hij is wel kapot. Hij is wel echt kapot volgens mij. Ja, hij is echt kapot. Kijk. Nou, what the fuck? Hoe kan dit? Wacht, ik zet mezelf even op mute. Ik wil binnen. Sorry. Ik was even afgeleid. Sorry, Rob. Holy. Hey, Hugo. Bibi. Oh, er is iemand dood. Meli. Ja, ik zag iemand venten. Ik zag niet zijn body. Ik zat gewoon te chillen. Ineens ik zie Bibi's kleine lichaampje door die vent hoppen gewoon. Dus ja, het is sowieso Bibi. Bibi zit ook niet... Oh, Bibi zit er wel in, laat maar. Ja, ik ga weinig op te zeggen. Bibi zei gewoon niks. Arme Bibi, is er eindelijk. Ja, ik was uiteindelijk en ik dacht zo, ik zat al op R aan te klikken en toen dacht ik, fan nou, ik stond er al zo lang en ik dacht, ga ik nou de kill maken of niet? En ik stond er al zo lang en ik druk op R, fan nou, dus ik moet er met mijn muis, dus ik pak mijn muis en het duurde zo lang en toen was Hugo daar. Oh, dat is zo snel. Oh. Nou, ik ken het, ik had dat tijdens mijn... Ik stem op Hugo. Ik stem over Hugo. Maar voor die ene stem. Nee. Ja, dat is niet op te letten. Want... Oh, ja, Hugo. Wie stemt op Saar? Nee hoor. Oh, heb ik toch op Saar gestemd? Wie stemt op Saar? Nee, dat is grapje. Hey mensen, ik heb trouwens een Medbay scan. Oh, ik weet niet. Congrats. Same, ik niet. Ja, oh, ik ook. Okay. Ik ook. Ik... Let's go. Waar ben je? Daar. Kom dan. Even snel op dit taakje doen. Nee, kut. Oké, we gaan even omlopen. We gaan even kijken of Saar inderdaad met Basecan heeft. Yes, ik ben er. Zal ik hem doen? Waiting for Saar. Oké, cancel. Oh jee, ik sta niet op mute. Cancel! Cancel hem! Ze cancelt hem niet. Dus ja, nu heeft ze niet gezien dat ik het niet ben. Ah, maakt niet uit. Maakt niet uit. Hey, ik had beloofd inderdaad een foto van mijn computer te maken. En ik heb een paar keer geprobeerd er eentje te maken. Maar het lukte me niet. Om hem goed te krijgen. Hij was elke keer super lelijk en ik vind dat niet leuk. Dus ik ga nog een keer mooi maken voor je, oké? En dan zeg ik niet nu beloofd, want als ik het dan niet doe, dan heb ik het niet beloofd. Thanks. Hey. Huh? Waar moeten die lights gefixt? Oh, die hoeven we niet meer te doen. Oh, ik moet deze doen. Wat doet Rob hier? Kijk ze allemaal... Oké. Het zal. Dionne, waar kwam jij vandaan? Ik kwam vandaan... Voordat je die sluis inging, voordat je met mij voor die deur stond. Gewoon van onder. Van, zeg maar, vanuit dat waar je begint normaal in het allerbegin, of vanuit
vanuit die greenhouse daar, zeg maar, richting... Nee, vanaf het begin. Fijne avond, Nienze. De body lag voor de wiring task daar. Leuk dat je er weer bij was. Ik weet niet hoe het daar heet. Waar dan? Daar kom ik net vandaan inderdaad, maar ik ben het ja, echt niet. Daar, oh. Zeg maar, bij Locker Room Communications, die hal naar boven, waar dat vinkje staat. Nee, daar ben wiring. Ik niet, daar kom ik niet vandaan. Er is letterlijk één gang. Ja, ja. Je hebt ook dan die gang die... nog naar greenhouse. Ik heb daarvoor ook nog die wires gedaan vlak voordat ik überhaupt die gang inging. Dus het kan in die tijd ook gebeurd zijn. Ja, ik weet het ook niet, maar ik bedoel... Maar dat is zeg echt maar, best wel... Ik weet niet, jij stemde mij net er ook uit op precies dezelfde verdenking. Dus ik vind het nu al sus. Ja, ik ben daar niet geweest. Of tenminste, ik zat al eventjes die andere taken te doen. Stem op Dionne. Succes ermee dan. Voor mij mogen jullie op mij stemmen, maar dan wens ik jullie heel succes. Ik ga mezelf niet eens verdedigen, want dan ook zoiets van ja, fuck jou dan. Rob, waarom stem je zo snel? Nou durf ik niet meer. Ik durf ook niet meer. Ik zeg letterlijk net zo, Dionne die heeft... Weet je wat? Fuck Rob. Ik ben er net ook uitgestemd door Dionne. Op precies deze verdenking. Dus ik stem nu op Dionne. Puur alleen omdat zij precies hetzelfde zegt. Ja, als maar ik zei. Is goed. Maar ga dan lekker de loser uithangen straks. Ik vind het helemaal prima. Wauw. Leuk. Grappie hoor. Gezellig. Nee, maar je mag van mij eruit stemmen. Maar dan zul je zien dat ik het niet ben. Ik ben het echt niet. 100% niet. Maar ja, whatever. Nou, heel veel succes. Pak de imposters. Krijgen jullie ook te zien dat ik het niet ben? Nee, hè? Nope. Nee. Jammer. Oh, dit was grappig. Ik ben niet gieter. Dat was het. Wat een grappige taak. Maar waar was die Rob nou? We zien ineens weg. Nice, oké. Ja, ik moet hier wel even wat beter concentreren dan in die andere dingen. Want ik kan nu niet zeggen van... Ik ga de hele tijd zitten kletsen, want ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik ken al de meeste van die taken niet. We hebben deze één keer gedaan, deze. Maar volgens mij vooral toen we verstoppertje gingen doen of zo. Hugo staat nog steeds bij die tafel. Oké, een body bij de sensor. Hoe heet dat ding daar? Die ene computer. Boven map B. Oh, ja, ik stond op die admin tafel en ik zag iemand heel lang in bij Reactor daar staan. Dus ik dacht, ik ga even kijken. Ik loop daarheen en ik zie in zo'n schaduwtje van Rol staan of staan. Dus de kill was echt net gemaakt. Waarschijnlijk toen ik... Roel kan deze kill niet gemaakt hebben, want Roel staat letterlijk in die sluis. Ja... voordat hij die body heeft... Tenzij het er zelf... Is het communications? Heet dat communications? Boven met B? Ik ga even de map erbij pakken. Het kan trouwens een zelfreport zijn. Het maar is... dat weet ik niet. Maar in ieder geval die kant ergens. Okay. Ja, het is een communications voor die... Communications, ja. Ja, ja dat, want daar heb ik Rob voor het laatst gezien in ieder geval. Voordat ik die sluizen liep. Maar ik wou zeggen, het kan Roel niet zijn, maar het kan een zelfreport zijn. Ja, weet je wat het is met deze map? Ik weet gewoon echt helemaal niks. Nee. Ik zag jou bij admin staan. Gezien bij admin. Ik ben toen naar beneden gelopen naar storage. Wie is er toen nog boven in admin gebleven? Was dat Roos? Ik ben daar gebleven en toen zag ik iemand heel lang in reactor staan. Dus ik dacht, ik loop er even heen. Misschien ligt er iemand dood. Maar daar kwam Roel vandaan. Maar ik zat zo te kijken van, ik denk van, er moet daar iemand dood liggen. En toen bedacht ik me van, oh ja, die fans connecten met alles. Dus eigenlijk hebben we er helemaal niks aan. Maar reactor, Roel is wel heel vaak al in reactor geweest. Hoeveel taken kun je daar doen? Ja, ik weet het niet, maar... Self-report. Ik loop vanuit admin naar die sluis, zeg maar. En toen zei ik meteen van, het kan Roel niet zijn. Maar toen bedacht ik me zo van... Ik liep naar die sluis. Ik zag Rob in communication in mijn ooghoek staan.
ik loop terug en de body wordt, zeg maar, maar ik weet niet of dat het Roel is, maar het kan Roel zijn. Zeg maar, ik kan hem niet, zeg maar, zeggen zo van, hij is het niet. Rick, waar was jij? Nou, Roel, doe je verhaal. Wat, ik was bezig met de fossielen versorteren en toen ging naar beneden. En toen kwam ik hem daar tegen. Ik kwam uit de... Ja, te laat, jongen. Nee, dat lijkt me niet goed genoeg. Ik wil geen verhaal doen. Roos praat korter, dan kan ik mijn verhaal tenminste doen. Sorry. Dat maakt niet uit. Oeh. Spannend. Rick, nu sta je in mute. Nu wel? Nu wel. Ze was het toch niet. Moeten we toch die stomme dingen doen? Oké, wie gaat er hier naar boven? Niemand gaat naar boven? Gaan we naar boven. I did it. I saved us. Maar Hugo is het toch niet dan, zou je zeggen? Want die zou... Oeh, weg. Oeh. Het duurt niet meer. Maar als wij het niet zijn, dan moet het toch Crea zijn? Crea chick. Ja, dat moet toch Roos of Crea chick zijn? Waarom gaat het ding open de hele tijd? Zit er hier iemand in de vent of zo? Het zit gewoon hier, dat kan toch niet anders? Waarom zijn die taken nog niet klaar, jongens? Oké, we moeten bij elkaar blijven. We moeten niet gekild worden. Kom, we gaan kijken waar ze zijn. Het is sowieso Rick, ik zag hem killen. Wat? Echt? Nee, grapje. Ik wou zeggen, het is Crea chick, toch? Zo ben ik het. Het is Crea chick, toch? Ja. Ik wou zeggen, ik was gewoon benieuwd naar een reactie van, ja, echt? Nee, waarom zou het gewoon keihard zelf is. Nou, het is eerder, hoezo zou je het niet kunnen zijn? Er is gewoon, the odds are too low. Ja, want Roos was bij ons beneden en wij zijn daarna de hele tijd met z'n tweeën gebleven en nu is ze dood. Echt. Ja. Dus er is geen twijfel over mogelijk. Je bent nee, het gewoon. Nee, er is geen twijfel over mogelijk. Oh, kunnen we alsjeblieft op Rick stemmen? nee, niks. Oh, je hebt me net ook genakt. Ik victory kan afsluiten. Nee, je hebt me net ook gepakt. Dat maar gaan ik, we niet ik doen. Had echt een vet goed plan. Ik was echt goed bezig. Nou, niet goed genoeg. Was jij trouwens ook net beneden gevent? Dat onder ons? Nee. Ja, dat was... Ja, ik zag die deur open. Die deur ging open, hè? Dus wij checken van... Dus toen dacht ik van, oké, Rick is sowieso waar, stil. Waar had ik gevent? In balcony of cafeteria daaronder. Nee. Sorry, jongens. Die deur, dat was ik. Oh, huh? Spookjes kunnen de deur openmaken. Dus ik was de hele tijd die deur open. Oh, toch stemt hij op mij, hè? En ik zag jullie... Oh my god. Sorry dat ik je in de steek heb gelaten. Dat was echt vet grappig. Ja, weet je wat ik dacht? Ik was dus helemaal naar Reactor gelopen. Toen dacht ik, ga daar mijn Simon Says zogenaamd doen. Toen ben ik dus heel snel van gefant naar admin. Daar heb ik even Roos doodgemaakt. Toen ging ik terug. En toen dacht ik, dan kom ik echt gewoon bij Reactor vandaan. Dus dit moet niet opvallen. Maar ja, Wij stonden gewoon stil de hele tijd. Dus goed gedaan hoor. Ben jij nou op Rick? Nice. Ah, heel lekker. Ja, deze map is op zich wel leuk, maar ook wel lastig. Best wel. Vind ik. Hey, gaat het nou niet goed? Ik vind het wel... Ik ben eruit gegaan, want ik ga naar bed. Oké. Wij gaan ook stoppen hoor, denk ik. Slim hoor. Stoppen op je hoogtepunt. Stop op jou, ja, dat is het slimste. Ja, ze zeiden net al laatste potje. Nou, thanks allemaal voor het meedoen. Was gezellig. Yes. Rob. Gaan we volgende keer die sheriff mod doen? Yes. Of doen we de maffia mod? Want dan ben ik al goed gekleed.
Ik vind een van de twee mods gewoon een mod. Ja, hè? Okay. Dat is wel leuk, toch? Een mod, ja. Goed idee. Een goeie. Of proximity mod weer, is ook leuk. En ook als iemand een leuke compilation wil kijken van deze gezellige bijeenkomsten. Ja. Ik heb je al gepromoot hoor op de stream. Hey, jongens, ik heb spijtig nieuws. Oh. Ik moet gaan. Ja. Wij gaan er ook. Helaas. Je missen Hugo, was gezellig. Ik blijf alleen in mijn eentje hier in de lobby. Nou, thanks allemaal voor het meedoen. En degene die volgende keer zin heeft om met een mod mee te doen, let me know. Hoe zit het met de prop hunt? Yes. Ja, Prop Hunt. We hebben dat geprobeerd. Er zijn heel veel updates geweest in Among Us. En daardoor is Prop Hunt nu echt gewoon moeilijk om te werken. Ja, maar misschien dat ze het inmiddels al gefixt hebben hoor. Maar je kan toch ook gewoon Prop Hunt, like, als in daadwerkelijk Prop Hunt doen, is in, hoe heet dat spel? Gmod. Ja, de Gmod, ja. Oh, gewoon in een heel ander spel bedoel je? Oké, okay, ik ga afsluiten, jongens. Oké. Okay. Verder met mijn chatje. Doei, Dionne. Vond het gezellig, Dan. Nou, gelukkig, Dan. Was gezellig. Ja. Dag, volgende jongens. Keer. Ja, ik ga ook mijn stream afsluiten. Doei, allemaal. Doei. Ah, doei. Snel weer. Ik haat je, Saar. Oh, ze is net weg. Oh, dat is zo random. Zo lekker. Maar, Ik kan even niet ophangen. Help. Oh. Oh, moet ik eruit? Dan blijf je toch lekker aan de lijn. Ik ontkoppel je wel. Nee. Doei! Nee. Ik heb het eruit getrapt. Oké. Oh, lekker. Nou, ik ga ook even mensen gedag zeggen. Want wil je nog wat tegen mijn publiek zeggen, Rob? Nu is je kans. Ja, volg mij op YouTube. Robux Cube. Ik doe nu eventjes de link erbij. Ik heb twee Among Us filmpjes en ik heb een Sims 4 filmpje. Sims 4 filmpje is wel in het Engels, maar de meeste mensen spreken Engels. En mijn voorkeurtaal is toch Engels, dus die is in het Engels. Maar de andere twee zijn in het Nederlands. Very good. Ze zijn erg leuk. Komt helemaal goed, jongens. En verder, tot de volgende keer. Yeah. Later. Laters. Zo. Ik zal eventjes naar de full cam gaan. Hey, daar zijn we weer. Hey, jij loopt nog. Jeetje, wat een verrassing. Dat was wel weer eventjes abrupt. Tenminste, misschien heb ik gewoon niet geluisterd hoor. Dat kan. Dat ik gewoon, dat iedereen zei van dit is mijn laatste potje. En dat ik geen, gewoon niet heb geluisterd. Dat zal het zijn. Wat is er mis met de stream, Jorinde? Kan Kreeswik in je livestream komen? Geen idee. Ze komt vast zo naar boven, maar ik weet niet of ik dan al heb afgesloten. Heb ik al gezongen? Nee, natuurlijk niet. Dat ga ik ook echt nooit doen. Volgens mij weet je dat. Want volgens mij heb ik dat echt super vaak al gezegd op de Kreeswik streams. Dat het enige is wat ik niet doe. Zingen. Oh ja, en moppen vertellen. Maar dat is gewoon omdat ik geen moppen ken. Ga je nog ooit Animal Crossing spelen of niet? Nou, sterker nog, ik heb laatst nog Animal Crossing gespeeld in een livestream. Maar toen had ik het zelf niet gestreamd. Want we hebben maar één Switch waar we mee kunnen streamen. Maar dat heb ik laatst gedaan met Saar. Saar die heeft Animal Crossing gekocht. En, Dion heeft natuurlijk ook Animal Crossing. Dus we hadden al gezegd dat we een keer langs gingen. Hoeveel geld heb je in Animal Crossing? 7 miljoen nu. Nog. Er waren mensen aan het spoilen in de livestream van Kreeswik. Ja, dat gebeurt wel vaker. Maar die chat die gaat zo snel. Ik denk niet dat ze daar echt op let. Maar goed, weet je, dat is wel een beetje het jammere. Als mensen dat blijven doen en mensen blijven spoilen, dan komt er uiteindelijk een moment dat Maris gewoon niet meer naar de chat kijkt. En dat ze ook gewoon niet meer kan reageren op leuke berichtjes. Dus uiteindelijk heb je alleen maar jezelf ermee. Mirto. Mijn broer is morgen jarig, wil je hem feliciteren? Alvast gefeliciteerd, hoe heet je broer? Want het is een beetje gek als ik dan nu niet de naam kan zeggen. Gefeliciteerd alvast, broer van Mirto. Binnenkort potje Halo of Call of Duty tegen elkaar. Nou, ik heb geen Halo. En welke Call of Duty? Erg laat met de trend komt daar. Nou, ik zal je vertellen. Het begint weer een beetje terug te komen. Dus er zijn een paar spellen die uit waren en weer helemaal hot beginnen te worden. Dat is Animal Crossing. En ik denk dat Dionne daar best wel een aandeel in heeft. Omdat zij dat nu echt wel weer heel veel speelt.
En Rocket League. Rocket League komt ook weer helemaal terug. En dat wil ik binnenkort ook weer spelen. Maar ik twijfel een beetje of ik dat op deze stream ga doen. Waarschijnlijk wel, want ik heb niet een andere. Maar meer van, het is wel een heel ander soort spel. Dit is wel wat meer interactie. En dat is wel echt gewoon een spel dat je aan het voetballen bent met autootjes. Ik weet niet hoe leuk mensen dat vinden, maar dat is wel een spel waar je dan weer wat meer kan trollen, denk ik, of zo. Ik weet niet. Moet maar eens even kijken of dat wat gaat zijn. Je had altijd zo'n riedeltje bij Maris in de livestream. Geen idee. Ook je mooiste kleren aan hier. Ja, nee, die... Die gif die had ik even gemaakt en ik net de greenscreen. Toen dacht ik, ik moet even snel wat maken. En dat was de eerste gif die ik had gemaakt. Maar ja, ik had gewoon mijn hemd aan, want het was warm of zo. Wanneer is Emily jarig? 11 oktober, jongens. 11 oktober. Ik ben ook weer begonnen door al die streams. Ja, nou, zie je wel. Hoezo terug? Rocket League is altijd aanwezig. Ja, ik weet het. Ik ben het met je eens. Maar ik bedoel meer. Dat Rocket League was een tijdje. Was het echt heel populair. En uiteindelijk niet. Uiteindelijk niet meer. Maar het begint weer te komen. Hoe staat het met je Dylan Hagens uitnodiging? Nou, ik heb hem uitgenodigd. Hij heeft gezegd dat hij wilde meedoen. Maar hij doet niet mee. Ik heb Mert, waar ik jullie vorig jaar naartoe had gestuurd, heb ik uitgenodigd. En die heeft ook nog steeds niet meegedaan. Dus misschien komt het nog, misschien niet. En Dylan had gevraagd of ik een keer een potje Rocket League met hem wilde spelen. Heeft hij ook nog niet met me gedaan. Dus we hebben het allemaal druk, hè. En die gozer die maakt, 5 video's per week of zo, of zowat. En het is gewoon niet te doen. Oh ja, in de livestreams van de corona-livestreams. Dan zei ik altijd voor iedereen die jarig was, of jarig wordt of jarig is, gefeliciteerd. Alsnog gefeliciteerd of alvast gefeliciteerd. Zoiets was het. Maar het is natuurlijk gejat, hè. Dat heb ik niet zelf bedacht. Het is gewoon van de Truman Show. Alleen die zegt dan good morning, good evening, good night of zoiets. Weet Maris ondertussen wel wanneer je jarig bent? Nee, natuurlijk niet. Nee, wel hoor, ze weet het wel. Maar ze zegt het wel altijd fout. Ik was nog steeds Animal Crossing aan het spelen. Al sinds april bijna elke dag. Nou, lekker toch? Dat is toch fijn? Als je gewoon iets leuks hebt om te doen. Ik was het uiteindelijk zat. En we hebben dat in de vorige stream met Saar ook wel... heb ik dat wel uitgelegd hoor. We hadden allemaal plannen voor dat eiland. Want uiteindelijk speelde best wel veel mensen het. En we hadden een leuk idee om een soort van... we hadden dat in een YouTube-video gezien van iemand. En we deden een soort expeditie Robinson. Dus we wilden één heel eiland gaan maken en daar allemaal van die challenges op doen. Van dat je zeg maar allemaal gaten in de grond hebt en dat je dan bijvoorbeeld memory moet spelen. Dat door het op te graven. En als je twee dezelfde dingen hebt, dan heb je een punt en anders niet. En dan mag het andere team... We wilden dingen doen van wie als eerste zoveel van een bepaalde soort vissen heeft gevangen. Allemaal van dat soort dingetjes wilden we gaan doen. En toen wilde ik dus zo'n eiland gaan bouwen. En daar was ik mee bezig. Maar ik werd er uiteindelijk helemaal gek van. Dat je elke keer zoveel dingen moest combineren om dan iets te maken. En dan had je het gemaakt en dan moest je al die... dingetjes weer door. En dan moest je weer rondje. Of wat is het? A, B, 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 B. En dan mocht je weer opnieuw beginnen. Ik vond het echt zo irritant. Dat je niet gewoon in één keer kon zeggen van... nou, maak even 80 hekjes. Dat, dat was niet leuk. Sommige streamers hebben een minigame eiland. Ja, zoiets wilden we dus doen. Maar ja, dat was dus al bijna weer een jaar geleden of zo. Dat we dat wilden gaan doen. En is er gewoon niet van gekomen. En uiteindelijk was ik het ook zat. Niet zo miepen, joh. Ja hoor, want jij gaat de Animal Crossing met me spelen, zeker. Maar ik heb wel zin om juist andere dingen nog te gaan doen. Dus Rocket League wil ik gaan doen. Thomas die wilde heel graag Phasmophobia doen. Uiteraard ga ik weer Raft spelen. Geen idee. Misschien wel andere leuke dingen. Ik heb geen idee. Ik vind je streams echt super leuk en ik hoop dat jij en Maris samen oud worden. Nou, dat hoop ik ook. Oh, Maris komt er zo aan. Nou, oké.
Zou toch leuk zijn als Jeroel zometeen reed? Nou, zullen we eens even kijken wie er allemaal online zijn? Want, oh, Dionne. Kom, we gaan Dionne gewoon reten. Reden. Dat is toch leuk? Geef me de dashboard. Zullen we eens even kijken of dat kan? Dan gaan we eens eventjes naar Dionne. Dionne is ook gezellig. Ga ik een keer Minecraft proberen? Ik denk het niet. Ik vermoed van niet. Is iedereen klaar om geband te worden? Ja. Dionne gaat nu volgens mij Animal Crossing weer doen. We kunnen wel even gaan kijken. Gaan we gewoon eventjes kijken. Die beloofde foto komt eraan ooit. Ja, had ik net ook al gezegd hè, in de chat. Dus jongens, als we Roel reden. Ja, maar ik heb Roel niet eens in mijn lijst staan. Dus ik moet Roel eerst volgen volgens mij. Want hij streamt altijd als ik ook stream. Dus dat gebeurt niet zo vaak. Wat voor computer heb jij? Ik heb een nieuwe computer nodig. En misschien heb jij nog wat tips. Nou, als je eventjes de Discord joint. Cue de Discord link eventjes. Oh, die staat hieronder natuurlijk. Hier. Als je die even joint, dan is daar een kanaal. En dan help ik je zeker eventjes met... hoe noem je dat? Met je computer uitzoeken. Ja, volgende keer doe ik Roel. Maar ik heb Roel niet in mijn lijst staan. Dus ik kan hem niet reden. Ik kan alleen Dionne of Mert. Nou, Mert hadden we vorige keer al gedaan. Dus we gaan gewoon Dionne doen. Gaan we eens even kijken. Gaan we eens even kijken. En boem. Hallo, zit je weer te reten? Ja. Wil je dit? Oh, lekker. Ben je nog steeds blij? Nee. Maar heb je hem uitgezet?